Hallo, welkom. Welkom bij deze nieuwe serie Tegendenkers van Stichting Argan. Voor deze editie heeft Stichting Argan Laurens Buys en Floris van den Berg uitgenodigd om in gesprek te gaan met elkaar en het publiek om te definiëren en te reflecteren op wat het zogenaamde woke is. De term vindt haar oorsprong in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de jaren 30 van de 20e eeuw. Waar het verwees naar een bewustzijn van racismeproblematiek en sociaal onrecht jegens minderheden in de samenleving. Inmiddels heeft het begrip een andere betekenis gekregen. Dat is zo het afgelopen decennia gebeurd. Het begrip is nog steeds verbonden aan ongelijkheid, maar wordt te pas en ontepas gebruikt om allerlei dingen te definiëren. Het is lastig om een week door te komen zonder het woord ergens in de media tegen te komen. Al dan wel niet door een voor- of tegenstander. Het is trouwens vrij warm in deze zaal. De ventilatie die gaat zo meteen aan en het zal als het goed is wat koeler moeten worden. Mijn naam is trouwens Kenneth Geurt en ik ben de moderator voor deze avond. Verder qua contextualisering. In het begin kwam de kritiek op woke vooral vanuit de rechtsconservatieve hoek. Tegenwoordig blijft de kritiek niet beperkt door deze groepen en uiten ook zij die zich als links progressief profileren hun zorgen. Hieronder onze sprekers voor vanavond, Laurens Buys en Floris van den Berg. Respectievelijk genderonderzoeker en milieufilosoof. Vanavond zullen wij met hun reflecteren op het begrip woke en hun zorg hierover. Beide filosofen hebben zelf wortels in de emancipatiebewegingen. Laurens strijdt al zijn hele leven voor LGBTQ-rechten en Floris hamert op de naderende ecologische crisis. Tegelijkertijd bekritiseren zij de woke-beweging en wijzen zij op diens autoritaire trekken. Laurens ligt om zijn gedane uitspraken in conflict met zijn werkgever, de Universiteit van Amsterdam. En Floris noemt zichzelf in zijn recentelijk uitgekomen boek, Het Spook van Woke, semi-spottend en angsthaas, omdat ook hij bang is voor verontwaardiging vanuit de wokehoek. En voordat ik de sprekers verder introduceer, wil ik graag benadrukken dat de interactie met het publiek een essentieel onderdeel van deze avond is. En ook het doel van deze avond is. En wil ik jullie bij deze dus uitnodigen om op elk moment je hand op te steken om vragen te stellen. Floris en Laurens zullen zometeen een kleine introductie geven, een mini-lezing over hun gedachtegoed en hun kritiek op woke. Maar daarna zal het een open gesprek zijn. Dus bij deze nog een keer een uitnodiging om, als er vragen zijn, als er een stelling is die je wil opperen, om dan je hand op te steken en dan zorgen wij dat jullie zo snel mogelijk een beschikking hebben tot een microfoon. Verder over onze sprekers van vanavond. Laurens Buys is interdisciplinair sociaal wetenschapper die onderzoek doet naar gender en seksualiteit in de multiculturele samenleving. Eind november van vorig jaar meldde Laurens zich als klokkenluider bij de klachtencommissie van de Universiteit van Amsterdam. Met als waarschuwing dat de academische vrijheid onder druk staat vanwege zijn dominante woke-cultuur. En in januari schrijft hij een vurig stuk hierover in de Universiteitskrant Folia. Laurens stelt dat het vrije denken onder druk staat in de hedendaagse samenleving en ziet de dominante woke-cultuur, eens begonnen als emancipatiebeweging, trekken heeft van een totalitair denksysteem. Hij werkt op dit moment aan een nieuw boek, De Androgyne Mens, wat naar verwachting in 2024 zal verschijnen. Floris van den Berg is een Nederlands filosoof gespecialiseerd in milieufilosofie die zich actief inzet voor sociale vooruitgang en een betere wereld. In zijn vele boeken maakt Floris zich onder andere hard voor het liberaal humanisme en meer specifiek voor veganisme, ecologie en secularisme. De afgelopen 15 jaar heeft hij 16 boeken geschreven, waarin hij steeds zoekt naar een betere wereld. Ofwel naar een prettiger, rechtvaardiger, mooier, duurzamer, gezonder, vrijer, dievriendelijker, welvarender georganiseerde wereld. De liberaal-humanistische waarden die hij in zijn boeken uiteenzet zijn volgens hem niet te verenigen met de woke-ideologie. In zijn nieuwste werk, dit jaar dus uitgekomen, Het Spook van Woke, vergelijkt Floris woke met een Trojaans paard. Onder een vaandel van het overwinnen van alle vormen van onderdrukking handelt het zelf onderdrukkend. Een warm welkom voor Floris van den Berg en Laurens Buys. Hi, welkom. Welkom. Voor jullie allebei een microfoon. Een van jullie die het spits wil afbijten om jullie kritiek op het woke gedachtegoed uit te leggen. Nou, okay, laat ik in ieder geval zeggen van ik ben links progressief. Ik vond het inderdaad heel fijn om zo
in geïntroduceerd te worden. Dus je hoeft mij niet te overtuigen van de giga onrechtvaardigheid op de wereld. Hè? En dat er hele, ik ben ook sociaalwetenschapper, socioloog, hè? De onderdrukkende machtsstructuren, patriarchaal van aard, hè? Die zich onder andere vertalen in racisme, seksisme, homofobie. Vrouwenhaat. Hè? Dat is iets wat ik. En kolonialisme. Ik ben me daarvan bewust. En die structuren die zijn nog niet dood, die zijn nog levend. Dus een kritiek daarop is ontzettend belangrijk. En die kritiek zal altijd fundamenteel zijn. Dus ja, dat is. Dan lijk ik dus al voor een heel groot deel mee met woke. Want dit is wel waaruit woke is ontstaan. En daarom zeg ik ook altijd, ik ben ook best wel woke. Ja, want in dit opzicht ben ik mee. Maar als je dan gaat kijken naar wat die woke-ideologie is verworden in de praktijk, wat dat aan het doen is, dan vind ik eigenlijk dat die de analyse vaak wel juist hebben, ook niet altijd, maar vaak wel juist hebben, die van grote lijnen goede kritische analyse maken van het systeem, maar in mijn ogen ook een soort misbruik maken van hun fundamentele inzicht in de gebreken van het systeem en eigenlijk hun woede ook gebruiken om dat systeem te vervangen voor een nieuw autoritair systeem. Wat in zichzelf ook weer onderdrukkend is en in mijn ogen ook weer patriarchaal van aard. Wat heel interessant is, want ze doen zich vaak voor als ze kleden zich ze tooien zich in de kleding van het feminisme en antiracisme. Maar ik vind het toch vaak hele autoritaire, dwingende en in mijn ogen ook mannelijke structuren die ze weer opnieuw proberen op te leggen. Ja, en waar leidt dat toe? Tot een soort enorme versmalling van spreken, van wat je kan zeggen. En tot snoeiharde aanvallen op personen die anders denken, die vraagtekens zetten, die nuances willen aanbrengen, die nog niet mee zijn. Of die dus heel aanvallend van aard, heel beschuldigend van aard en heel weinig ruimte toelatend voor verschil van inzicht. Dus dit is een militante, autoritaire beweging. En ik kan het gevaar ervan niet genoeg benadrukken. Want ik heb zelf geleerd, ook in mijn leven, maar ook vanuit theoretisch nadenken over ethiek en goed en kwaad, dat het ergst of het gevaarlijkste kwaad is het kwaad dat verkleed is als goed. Ja, en dit is zo een enorme wolf in schaapskleren, dat we ook. Dat is echt, ik vind het heel beangstigend. Ik maak me heel grote zorgen. En ik kan de noodklok erover dus ook niet hard genoeg luiden. Nou, dat ben ik al een paar maanden aan het doen. En die ervaring heeft me ook laten zien dat bewijst in mijn ogen hoe nodig het is. Als je dat doet, je gaat er echt vol voor liggen. Nou, dan word je kapot gemaakt. Ja, dus ik vind ook dat mijn persoonlijke ervaring laat zien dat ik alles wat er aan mij afgebroken kon worden door woke is afgebroken. Hebben ze kapot gemaakt. En nou, waardoor nu heel veel andere critici denken, ik pas wel even op om hetzelfde te doen. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling. Intimidatie. Dus eigenlijk zijn er een cancel culture waar je natuurlijk vaak over hoort. Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel ervan. Ja. Ja. Kijk, ik wilde zeggen, jongens en meisjes, of hoe je in mensen aanspreekt, dat is natuurlijk al een probleem tegenwoordig. Hè? Als je studenten aanspreekt, dan zeg ik beste studenten, maar hoe je mensen aanspreekt, dames en heren, eigenlijk loop je het spreken überhaupt is een mijnenveld. Dank je trouwens voor de leuke introductie. Een van de dingen die je niet gezegd hebt, waar ik ook over geschreven heb, is naturisme. Ik heb bijvoorbeeld ook de vrolijke naturist geschreven. Dus als je het nou erg warm hebt aan mij, maakt het niet uit. Ik ben eigenlijk milieufilosoof, ik hou met allerlei dingen bezig. En ik ben begonnen met over woke nadenken als in eerste instantie als intellectuele zelfverdediging. En dat kwam eigenlijk dat pas voor het eerst. Ja, ik geef dus al best lang colleges.
En elk jaar hetzelfde. Nou ja, min of meer hetzelfde. Maar opeens komt er een jaar of drie geleden een andere reactie van de student. Normaal klagen ze over de colleges zijn te vroeg, of ze zijn te laat, of te veel literatuur, of nou, noem maar op, dat soort klachten. Maar opeens is de klacht, er staan alleen maar witte mannen op de lijst. En de docent is racistisch. En dus opeens word je uit het niks beschuldigd van racisme. En dat staat dan in die evaluaties. En als het management op de universiteit dat ziet, die denkt van, hey, verdomme, hebben we hier een racist aan het doseren, dan moet je, die wordt dus op het matje geroepen. Maar het is dus niet zo bij mij iets veranderd is, dat ik opeens een racist ben geworden. De perceptie van de studentengeneratie is veranderd. En ook überhaupt de betekenis van racisme is veranderd. Hè? Want als, dus in de zin van, ik dacht dat een racist was iemand die bewust discrimineerde op basis van huidskleur. Maar nu wordt het gezien dat als jij niet toegeeft of als jij een te witte literatuurlijst hebt, dat je dan als racist wordt gezien. En dat is natuurlijk een heel ander soort definitie. Maar er is iets enorm veranderd in, waar ik voor het eerst mee in aangekomen met de studentenpopulatie. En met de manier waarop er kritiek wordt geleverd. Want kritiek is goed. Een docent staat alleen maar voor de klas omdat hij een kennisvoorsprong heeft, maar die heeft niet alle kennis in huis. Dus die kan ook fouten maken. Maar, dus dat is mooi dat je gecorrigeerd kan worden. Maar tegenwoordig, laat ik het verschil laten zien tussen een woke student en een gewone student. Een gewone student die komt naar het college om wat te leren. Een woke student niet. Die komt om de docent wat te leren. Die komt om te checken. Die begint ermee om te checken of de literatuurlijst correct is. En die checkt dan, staan de mannen of vrouwen op, is het westers, niet westers. Dus die begint met controleren. Die begint met, als de docent begint te zeggen met jongens en meisjes, oh, dat is de eerste fout. Als je het hebt bijvoorbeeld, ik geef college over homorechten ook. Als je het hebt over het homohuwelijk, dan is dat ook een fout. Want dat is ook al niet goed. Dus het constant wordt je daarop aangesproken. En gek genoeg, dat op aangesproken is, wordt het nog tot dan toe, maar daar wordt er over geklaagd. En dat klagen heeft een oor bij het management op instellingen. En dat leidt ertoe dat er dus een mijnenveld ontstaat in de taal, zodat eigenlijk iedereen probeert zijn taal al van tevoren aan te passen. En natuurlijk, taal verandert altijd. Hè? Niemand zou weer beginnen met mijn heren, zoals 30 jaar, 40, 50 jaar geleden. Dus dat is oké, taal verandert altijd. Maar de manier waarop dat nu is, is op een zeer intolerante manier. Ik bedoel, welke instelling heeft nog geen taalgids? Hè? Die komen er al uit. En natuurlijk, ik vraag aan mijn collega's ook, van, heb jij nog dezelfde PowerPoint als 3 jaar geleden? Nou, er is er geen één meer. Hè? Ik heb ook dus allemaal PowerPoints doorgegaan, alle grapjes eruit gehaald, want je kan het nooit, je weet nooit of het verkeerd begrepen wordt, of ironie moet je ook mee uitkijken. Dus er is echt iets veranderd. Er is, en dat geldt natuurlijk, kijk, ik neem nu het voorbeeld van de universiteit, maar die gaat eigenlijk door hele culturele instellingen heen. Bijvoorbeeld even de museummetamorfose. Ik weet niet of je nog weet wat een museum is, of ging je vroeger heen. En dan hingen daar mooie dingen en dan werd je daarover verteld en je werd er als gast behandeld. Nu, als je naar een museum gaat, word jij daar toegesproken als witte koloniale onderdrukker met een vermaledijd slavernijverleden. Dus je wordt echt overal toegesproken. Jij moet wat geleerd worden dat jij fout was. En natuurlijk, kijk, het is niet helemaal zwart-wit en ik vind het ook wel goed dat we natuurlijk, ja, weet ik, slavernij en koloniaal verleden, dat we dat behandelen op een eerlijke manier. Maar nu is het zo alsof we nog steeds koloniale onderdrukkers zijn en slavernij met slavenhouders. En er is echt dus, gaat een metamorfose door de maatschappij en die leidt ertoe dat, zoals Laurens al zei, dat de vrijheid, academie, de vrijheid in het algemeen, en met name de academische vrijheid,
En überhaupt de vrijheid ook voor cultuurmakers. Ik bedoel, als je films moet maken tegenwoordig, dan moet je ook zorgen dat alles inclusief en divers is. Alles moet aan die vereisen voldoen. Musea, noem maar op, theaterfestivals. Dus er is echt een metamorfose gaande in de samenleving die, en dat vergeten mensen wel eens, kijk, Nederland is niet de perfecte utopie, dat geef ik toe. Maar wereldwijd gezien, hè, historisch en geografisch, Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld met het homohuwelijk. En in tal van landen is dat nog steeds niet. Dus Nederland is historisch en geografisch gezien heel vooruitstrevend als het gaat om emancipatiebeweging. En juist hier wordt het gedaan alsof er, nou, alsof als je de kritiek leest, dan denk je van, we zitten hier in Amerika in de jaren 60 met rassensegregatie. Dus de proportionaliteit van de kritiek lijkt mij zoek. En ook de middelen die gebruikt worden. Dus een debat erover, prima. Het gaat om de manier waarop het debat gevoerd wordt met een enge cancelcultuur waarin nou, bijvoorbeeld Laurens daar dus de slachtoffer van is. En daar moeten we voor waken, dames en heren. Mooi gezegd, man. En dan zei ik het weer, dames en heren. Dat is ook een probleem, zeg. Dus jullie zeggen eigenlijk allebei dat de inhoud best wel goed is. Het emancipatoire, meer diversiteit, meer inclusiviteit. Dat het alleen om de zo van militante vorm gaat die, ja, maar woke die problematisch is. Maar woke is meer dan dat. Misschien even twee dingen. Woke is ten eerste die uitkomst die je nu zegt, die emancipatie dingen, maar ook een onderliggende theorie. En een van die theorieën is, misschien zijn we met Laurens en ik het wel niet eens, we zullen het zien. De postmoderne theorie van Foucault en een heleboel postmoderne filosofen, die ik volledig kwats vind als filosoof. Waarin dus ook niet-wetenschappelijke theorieën meekomen, waarin, ja, dus de onderliggende theorie van woke, daar heb ik als filosoof enorme bezwaren tegen. Bijvoorbeeld ook het cultuurrelativisme wat daar onderaan ligt. Dat je niet kan zeggen dat de ene cultuur beter is dan de andere. Nou, ik vind de Nederlandse cultuur is moreel beter dan Afghanistan of Iran of Saudi-Arabië of nou, noem maar op. Als het over homorechten gaat bijvoorbeeld. Dus daar is veel op aan. Dus het is aan de ene kant de uitkomst, aan de andere kant die onderliggende theorie. En daar is ook veel op aan te merken, want woke is voor een deel op de universiteit niet wetenschappelijk. Bij gender studies heb ik daar enorm last van. Maar ook, als ik studenten heb die antropologie hebben gestudeerd en die dan bij mij komen, ja, dat slaat nergens op wat die zeggen. Die denken dat de wetenschap ook maar zomaar een verhaal is, of dat rationaliteit een middel is van witte mannen om anderen te onderdrukken. Dat is echt kwats. Dus woke neemt ook een heleboel kwats mee. Mag ik dat woord wel zeggen? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Hè? Zo, dat soort dingen, je weet niet of wat de laatste memo van politieke correctheid eigenlijk is. Ja, dus voor jou, Floris, is de reproduceerbaarheid, de falsificeerbaarheid van de kernwaarden van de wetenschappelijke methode, die zijn heel belangrijk. Hoe zit dat in de sociologie, Laurens? Of hoe zit dat in jouw wat vakgebied? In de sociologie? Hoe, zeg maar, wat, Floris die acteerde net tegen de postmoderne filosofie. En die zijn op zich, naar mijn idee, best belangrijk binnen de sociologie. Zeker. Ja, nou kijk, ik ben als homoseksuele socioloog zal ik Foucault nooit kwats noemen. Oh ja, dat is toch zo'n punt van. Ja, nee, kijk, dat is toch een hele belangrijke filosoof geweest. Ook zeker voor het nadenken over seksualiteit en seksuele emancipatie. Maar kijk, Floris heeft wel gewoon gelijk dat er een fundamenteel probleem is met interpretivistische of constructivistische of postmoderne, hoe je dat ook noemt, denkers. Ik probeer altijd uit te leggen aan mijn student, je kunt eindeloos in de filosofische debatten, maar ik heb een probleem en ik denk dat u wel met me mee kunt komen, intuïtief. Als op een gegeven moment, kijk, filosofen hebben op een gegeven moment het punt gemaakt dat er een hele hoop aan de werkelijkheid niet zo hard is als we denken. Dat er een hele hoop cultuur en geschiedenis en menselijk gedrag en macht en taal een rol speelt in hoe de wereld in elkaar zit. En dat we dus ook dingen, het hele idee wat objectief waar is, dat is door al die postmoderne filosofen heel erg aan het wankelen gebracht. Hè? En kijk, dat vind ik heel goed, maar ik denk dat je moet oppassen dat het niet doorslaat. Dat je op een gegeven moment in een denken terechtkomt waarbij je denkt, nou, er is niks meer waar. Of wat waar is, is wat ik wil dat waar is. Of we kunnen waar maken wat we waar willen maken, eindeloos zonder grens. Hè. Daar zit een valkuil in dat postmodernistische denken, dat het doorslaat.
en dan radicaliseert. En dat geradicaliseerde postmodernisme, dat is wel een heel groot probleem. En daar heeft Floris helemaal gelijk in. Als het gaat over vakgebieden als gender studies, queer studies, critical race studies, waar een heleboel belangrijke inzichten zijn opgedaan, maar die toch enorm bevuild zijn, die vakgebieden, in het fundament door dit doorgeslagen postmodernistische denken. Ja, dat is gewoon een heel groot probleem. En dat zeg ik niet alleen, maar ik wijs dan ook altijd bijvoorbeeld naar zo'n filosoof als Bruno Latour. Die is vorig jaar overleden, Franse filosoof. Dat is ook een van de grote wetenschapsfilosofen, wordt dat gezien van deze tijd. Nou, die heeft zijn hele oeuvre toch wel gewijd aan wijzen op het gevaar van dat doorgeslagen constructivistische denken. En die heeft toch weer geprobeerd om te zeggen van ja, we moeten toch weer, dat heeft wel interessante dingen opgebracht, maar we moeten toch weer terug naar een bepaalde, als wetenschap, toch een idee hebben over niet alles kan waar zijn. Er is ook een harde objectieve werkelijkheid. Nou, Latour heeft dat helemaal opgehangen aan het object, de relatie tussen mensen en objecten, non-humans. Non-humans noemde hij dat. Dat is een heel interessant concept. Maar dat is een manier om die valkuil op te lossen. Dus er zijn nog meer manieren hoor. Maar er zijn in de wetenschapsfilosofie zijn er dus ook oplossingen bedacht voor dat doorgeslagen postmodernistische denken. En ik vind dat die oplossingen niet goed worden begrepen en geïmplementeerd in die vakgebieden. Waardoor die crisis maar doorgaat. Het is een heftig intellectueel gesprek geworden nu, maar ik probeer het een beetje normaal. Ook, ja, zoals ik ook aan mijn studenten hierover praat, want het is wel belangrijk. Ik had wel een vraag. Hey, hi. Ja. Hallo. ik vroeg me af, wat is dan het gevaar in dat doorgeslagen, radicale postmodernisme waar je het over hebt? Nou, kijk, is dat je vraag? Ja. Oké, top. Ik dacht, misschien zit er iets achter. Nee, ik heb zelf, kan ik het best beantwoorden aan het van mijn eigen vakgebied, gender. Dat je op een gegeven moment ziet dat daar het denken wordt van, nou, wat een man of wat een vrouw is, kun je helemaal zelf bedenken. Dus, en dan kan op een gegeven moment ook leiden tot wat we noemen, dus dat kinderen kunnen zelf bepalen, ook al zijn ze geboren als een jongen, kunnen ze zelf bepalen, ik ben een meisje. Dus het hele idee van zelfidentificatie, dat is nu in de gendertheorie eigenlijk de meest vooraanstaande methode om te bepalen wat iemands geslacht is. Ik heb daar moeite mee, omdat ik denk er is gender, ja. Ja, maar dat heeft dus helemaal zich doorvertaald op geslacht. Dus eigenlijk, dus het hele idee, je genderidentiteit wordt dus niet meer, eigenlijk is helemaal losgetrokken van je geslacht. Omdat er het idee is ontstaan, ja, we kunnen dat helemaal zelf bepalen. Dat noemen we dus het idee van zelfidentificatie. Ik vind dat heel moeilijk, omdat ik denk van ja, we weten aan de ene kant dat er zoiets is als mensen met genderdysforie, die inderdaad een andere beleving van de seksen hebben dan hun lichaam hen vertelt. En dat is heel belangrijk om die te erkennen en te zeggen van, goh, nou, voor jou is het dan inderdaad beter om geslachtsverandering te ondergaan bijvoorbeeld, in hoeverre je dat zelf wil. En, maar er zijn ook natuurlijk mensen die op een dwaalspoor komen, die in een verwarring zitten in hun leven, zeker in de puberteit. Er zijn best veel mensen in het land die bijvoorbeeld wel eens hebben gehad vroeger van, ja, je bent een meisje, maar je bent misschien een jongensachtig meisje en je wil graag een jongen zijn. En misschien in de huidige tijd word je hup meegezogen in die hele hype van non-binair. En voor je het weet ben je hormonen aan het bestellen en die aan het inspuiten. Dus ik vind het wel een beetje, het is zo losgezongen, dat idee van wat is nou nog je seksen van het lichaam en van onze psyche, dat ik denk van ja, dat is eigenlijk, dat vind ik wel gevaarlijk worden. Dat je op een gegeven moment denkt van ja, nou, omdat jongeren dus die door identificatieprocessen gaan, ik ben dus genderwetenschapper, jongens moeten man worden en dat is een proces waarin heel veel zoeken en dwalen voordat je je mannelijke identiteit hebt gevonden. En vrouwen moeten hun vrouwelijkheid, meisjes worden, moeten hun vrouwelijkheid ontwikkelen. En in dat proces, als daar heel erg overmatig het idee wordt gegeven dat je alles jouw eigen keuze is, dat niks vast ligt, dat je alles wel moet kunnen bepalen, dat je alles overboord kan gooien wat je hebt. Ik denk dat het voor de meeste mensen belangrijk is voor hun levensgeluk dat ze zich leren verhouden met het lichaam dat ze hebben. En dat ze stoppen met nadenken over wat er allemaal anders zou kunnen. Maar dat je leert tevreden zijn met wie je bent. En dat idee staat erg onder druk. Ik vind niet dat dit helemaal mijn vraag beantwoordt eigenlijk. Nou, vertel.
Maar ik snap nog steeds niet, wat is dan het gevaar hierin? Je zegt vooral zeg maar, wat jij wel graag ziet, dat je goed verhoudt tot je lichaam. Ben je bang voor die hormonen, dat een heel heftig effect gaat hebben op hun leven? Is dat? Nou, het gaat mij vooral om het welzijn van jongeren. Hè? En dat ze op een gegeven moment niet in radicaal gedachtegoed verstrikt raken. Wat dus gebaseerd is op geradicaliseerd, hè? Wat we net wat doorgeslagen postmodernistische denken. En waardoor ze op een gegeven moment persoonlijke crisis, waar iedereen doorheen gaat, hè, onvrede met het lichaam, onvrede met de genderidentiteit, onvrede met de seksualiteit, spanning, zenuwen. Hè, dat je in die fase niet op een gegeven moment uit de bocht vliegt. En dat allemaal jongeren nu op dwaalsporen terechtkomen en fundamentele problemen ontwikkelen met hun genderidentiteit. Dat is een grote zorg die ik heb. Er waren nog wat reacties uit de zaal. Ik zag daar handen en hiervoor ook een hand. Goedenavond allemaal. Kort een vraagje. Is woke eigenlijk niet een mutatie van neoliberalisme dan een progressief jasje, zodat wij afsteven naar neofeudale kapitalisme? Ja, kijk, dat is een uitgebreide vraag. Maar dat is toch een cultuurfilosofische vraag. Maar ik neem aan dat ik ben niet een pleitbezorger van neoliberalisme. En ik durf zelfs voor Lau te spreken. Hij zit hier naast me en hij kan me corrigeren. Maar ik denk dat hij dat ook niet is. Dus kijk, woke, de term woke, het vervelende van debatten die heel erg gepolitiseerd zijn, is dat mensen, je noemde het al net, kijk, je hebt de mensen die woke zijn, die worden dan als links en extreem links gezien. En iedereen die woke kritiek uit, die wordt automatisch gezet in het andere kamp. Jij noemt dat neoliberaal of het rechtse of extreemrechtse kamp. Maar dat is helemaal geen, dat is überhaupt geen handige manier. Dat is ook precies het probleem van woke. Die wil mensen in bepaalde hokjes duwen. Dus ook ideologische hokjes of in racistische hokjes. Terwijl je als een intellectueel debat moet altijd kunnen zijn, je moet altijd kritiek kunnen uiten op iets. Ja, los van waar je zelf staat of hoe je moet niet gelijk zeggen als iemand kritiek op jou heeft van ja, maar dan hoort hij tot het andere kamp. Dat is ook een van de problemen, al die fobieën die er worden opgeplakt, dat als je kritiek uit op islam. En je kan natuurlijk op alles kritiek hebben, dus je kan ook op islam kritiek hebben, maar dat wil niet zeggen dat alle kritiek op islam islamofobie is. Dus dat geldt, dus dat hele idee dat kritiek op woke dan automatisch voor neoliberalisme en voor extreem rechten zijn, dat is een totaal niet constructieve manier om naar het debat te kijken. Dus om mensen te framen. Net als, ik ga toch even kijken. Kijk, als je dus kritiek hebt op woke, dan word je dus ook je wordt wel omhelst door. Nee, volgens mij bedoelt wat anders, volgens mij. Toch? Oh, nou goed. Oh. Dan ben ik iets beantwoorden. Het behoeft enige nuance. Mijn vraag is eigenlijk, oké, door de volk, door te pleiten bijvoorbeeld voor meer diversiteit, inclusie, bla bla bla, dat eigenlijk de klassenstrijd in de achtergrond wel raakt. Dat raakt ondersneeuwd. En bijvoorbeeld de concentratie van bezit, dat schept nu een nieuwe standaardsamenleving. En dus het pleit zal de nieuwe horige zijn van de middeleeuwen. Mm-hmm. Dus het gaat erom, oké, dat volk niet eens ten gunste staat voor links, want de klassenstrijd raakt de achtergrond. Ik vind het een heel belangrijk punt. Ik, als je zegt van dus dat woke is eigenlijk het oude neoliberale kapitalisme in een soort links jasje. Dat is dus ook wat ik net bedoel met dat wolf en schaapskleren. Ik hoop dus ook dat linkse mensen weer willen herinneren, want daar is waar de woke-ideologie nu toch het meest welig tiert. Dat uiteindelijk natuurlijk de linkse politiek een strijd is tegen, eigenlijk natuurlijk uiteindelijk over de klassenstrijd gaat. En dat we dus ook een plicht hebben om het neoliberale kapitalisme ook te herkennen in taal die ons misschien wel gevallig in de oren klinkt. Hè? Dus daar gaat het mis in mijn ogen. Dat de groep mensen die nu klaar zou moeten staan, namelijk linkse mensen, om te zien hoe het neoliberaal kapitalisme in een nieuw jasje wordt gestoken om het, zeg maar, door de strot te duwen van de bevolking. Die groep is verblind door de mooie praatjes erover. Hè? Over LGBTQ+, vrouwengelijkheid. Hoe kun je nou herkennen dat het eigenlijk neoliberaal is? Nou, het is inderdaad een enorme, het is sowieso een liberaal van aard. Een enorme identity politics, een soort uitspitten van
individuele identiteiten, zonder dat wordt nagedacht, ik heb daar op zich niks tegen, maar zonder dat wordt nagedacht over wat is nou ook weer ons collectieve belang om samen op te trekken tegen de elite bijvoorbeeld. Dat verhaal ontbreekt volledig bij Woke. En je kunt het ook bijvoorbeeld zien, ik heb het zie je natuurlijk al heel lang bij de LGBT-beweging, die Gay Pride, de Pride Amsterdam, die zien we natuurlijk al heel lang hoe dat gekaapt is door grote bedrijven. En dat zie je natuurlijk, de pinkwashing, dat hele verhaal. Bedrijven die kleden zich heel graag in die taal van diversiteit en inclusie. Die zetten heel graag de laatste progress flag op de website. Printen dat op hun kleding, op hun producten. Om te verkopen en om op een bepaalde manier ook zich te baden in die morele gloed van kijk, mij is vooruitstrevend zijn, waarvan ze hopen dat het afstraalt op de klanten. En dat is gewoon een marketingtruc dat ook werkt. En wat ik ook op de UvA zo zie, dat hele woke is eigenlijk wat het uiteindelijk drijft. Dat heb ik ook geprobeerd om duidelijk te maken keer op keer aan degene die onderzoek doen naar mijn melding op de UvA. Is wat het drijft, die woke-agenda op de UvA, is hoe krijgen we meer studenten? Hoe krijgen we meer onderzoekers uit het buitenland? Hoe krijgen we meer geld? Hoe krijgen we meer publicaties? Het is een enorme output- en winstgedrevenheid in. En daarnaast een controleagenda. Hoe krijgen we iedereen in het gareel? Hoe krijgen we registreren van microagressies? Het handhaven van dat we allemaal een beetje hetzelfde vinden, het eruit gooien van andere meningen. Dus ik zie daar een hele gevaarlijke tendens. Winst, controle. De oude thema's van het neoliberale kapitalisme. Maar is het lastiger niet aan woke dat het juist doordat het zo moeilijk te definiëren ideologie is, dat enerzijds je inderdaad dus voorbeelden van pinkwashing hebt, of zoals je in Amerika ziet, het vieren van meer diversiteit in de CIA. Maar anderzijds ook veel van de mensen die misschien als woke gedefinieerd zouden worden, ook juist zich inzetten tegen klimaatverandering en anticapitalistische ideeën erop nahouden. Is het juist omdat woke zo'n vaag gedefinieerde term is, heb je dus allebei. Allebei deze personen kunnen binnen woke vinden. Moeten we oppassen dat we niet straks een debat hebben over klimaatbeweging. Maar we moeten natuurlijk wel, ik zie heel veel mensen die zelf vinden en van zichzelf denken dat ze een anticapitalistische strijd voeren. Of een strijd voor een beter milieu. Maar ik vind ook dat heel veel van die bewegingen gekaapt zijn. En ik vind de woke-beweging gekaapt. En ik vind de klimaatbeweging gekaapt. En ik denk dat het heel belangrijk is. Ik zou toch van die zelfverklaarde activisten dan willen horen hoe zij zich daartoe verhouden. Tot het feit dat heel veel van die bewegingen gekaapt zijn. En en wat hun visie daarop is. Ik mis daar toch een soort reflectie op. Voordat je het weet, word je toch nogmaals onbedoeld en onbewust, maar voor een karretje gespannen. En dat is wel iets wat ik veel zie gebeuren. Ja, inderdaad, wat je over die klimaatbeweging. Ik ben dus zelf zogezegd milieufilosoof en ook een beetje betrokken bij de klimaatbewegingen. En inderdaad, de afgelopen jaren is het opeens dat gekoppeld. Vroeger ging je gewoon de straat op voor het klimaat. Maar nu gaat het ook, is alles woke. Dus ik was ook laatst bij inderdaad Extinction Rebellion. En denk, het zou wel over klimaat gaan. Maar dan krijg je allerlei andere onderwerpen. Daar kan je mening over hebben. En misschien, maar ik vind het, ik zou dat liever loskoppelen. Als je over klimaat gaat, dan moet je over klimaat demonstreren. En dan moet je ook divers zijn. Dat je zegt, iemand die niet die hele woke agenda mee opdoet. Dit stuit ook mensen af. Minstens mij in ieder geval wel. Maar ik ben nog steeds wel zo. Ik vind het nog steeds belangrijker. Dus ik sluit me ook aan bij Extinction Rebellion, zeg maar. Ook al zijn die voor een groot deel woke, omdat ik dat dan toch weer belangrijker vind dan de woke-ideologie. Want, goed, dat is mijn persoonlijke mening, maar. Oh, dankjewel. Dank jullie heren voor tot nu toe. We spreken over de zorgen en gevaren van woke. Net werd ook al de term gekaapt genoemd. We zien dat de linkse partijen een beetje worden gekaapt door de woke-beweging. In de politieke partijen waar ik zelf actief
ben, worden in vergaderingen ook soms gekaapt. Ik was laatst zelfs bij een protest tegen het Iraans regime en plots waren we anticapitalistisch. Iedere minderheid werd genoemd, behalve de Iraanse vrouw die echt ter onderdrukking staat. En mijn vraag was, hoe vindt u dat wij of ook de linkse beweging zich moet waken tegen de woke-beweging? En dan bedoel ik, ja, je mag natuurlijk... Nou, dat was eigenlijk mijn vraag, sorry. Dat, ik denk inderdaad dat vooral dus de linkse partijen die daar last van hebben, echt zichzelf achter de oren moeten krabben over of het wel zinnig is wat zij doen. Kijk, het klassieke emancipatie-ideaal, daar is niks mis mee. Maar neem nou het verschil. Dus dat zou mijn antwoord zijn. Krap jezelf achter de oren. Mensen moeten stoppen met woken. Dat is eigenlijk mijn... Stop met roken, stop met woken. Het verschil bijvoorbeeld... Als je, en ik hoop dat... Laurens weet er waarschijnlijk meer van dan ik. Dus ik ga me op glad ijs begeven. Maar het verschil tussen de homo-emancipatie... 30 jaar geleden... was dat homo's wilden gelijke rechten hebben... en sociaal geaccepteerd worden... Helemaal goed. Maar nu is het zo dat voor de woke mensen, dus met de minderheidsgroepen, daar gaat het niet om dat ze geaccepteerd moeten worden, maar ook dat degene dus, ze willen niet meedoen, maar dat degene die er wordt een actieve rol gevraagd van je. Bijvoorbeeld als jij hier bijvoorbeeld je pronouns hebt, dan moet degene dus die moet jij opletten of jij dat je... Als je dat dus niet actief doet, dat je dan aan het discrimineren bent. Terwijl met homo-emancipatie was het zo van, nou ja, bedoel, als je niet lelijk deed of iemand persoon wegstuurde, dan was je niet aan het discrimineren. Maar nu moet je een actieve rol worden van je gevraagd. En dat lijkt mij vaak niet constructief. Dus ik zou zeggen dat hele woke is echt doorgeslagen emancipatie van iets wat misschien goed begonnen was. En ik snap niet waarom linkse partijen dat zo... blijven binnenhalen. Ik hoop dat mensen zoals Laurens, dat die de klokkenluider is, niet alleen binnen de UvA, maar ook binnen de samenleving. En dat er nu eens een keer, dat het ook weer een einde uitkomt. En ik heb goede hoop, en dat mijn laatste woord. Kijk, in de jaren 70 was het natuurlijk ook al een hele heftige linkse beweging die ook allemaal eisen, communistische eisen stelde en ook een gebouw bezette en harde eisen stelde. 10 jaar later, in de jaren 80, was daar niks meer van over. Niemand herinnerde zichzelf meer. Ik hoop dat wij over een paar jaar ook niks meer van woke herinneren. Ja, ik sta hier wel wat anders in. Hè, want wat ik al zei, ik snap woke heel goed. Hè. Dus dat hele idee van er is sprake. Of we het nou willen of niet. Of we nou bewust zijn of niet. Maar dat verleden, dat werkt door. Het slavernijverleden, het koloniale verleden. Het patriarchale verleden. Ik snap dat in ons collectieve onderbewustzijn zit. Dat we dat op allerlei onderbewuste manieren uiten. Ik ben zelf diversiteits... ik heb een bedrijf in diversiteitsbeleid. Ik ben al vanaf 2016 bezig hiermee om bedrijven inclusiever te maken. Ik weet hoe het werkt. Hoe onbedoeld en onbewust een bepaalde groepscultuur kan hangen. Waarin je, ik denk dat je als je jezelf niet tot de meerderheid behoort, wat voor manier dan ook, dat je dat wel herkent. Van ja, ik voel me hier niet helemaal op mijn gemak. Allemaal van die speldenprikjes. Echte harde racisme en homofobie en seksisme is er vaak niet meer in Nederland. Maar op subtiele wijze is het er nog wel. Vaak. Hè? Dus ik vind het allemaal heel goed dat wordt aangepakt. En dat echt, dat we nu op een gegeven moment zo'n gevoel van urgentie creëren. Van we willen het nu echt anders. Daar ben ik wel in mee. Maar ik denk dus, ik zeg altijd van, er moeten 2 dingen veranderen, in ieder geval op de UvA, om de ergste spanning weg te halen. Ik zou onmiddellijk 2 ingrepen doen in het linkse beleid op de UvA. In het diversiteitsbeleid. Het eerste is, haal die fatsoenspolitie eraf. Ja, dus haal dat idee eraf van eigenlijk is er vaak toch een soort cultuur van shaming en blaming. Op zoek naar de dader. Wie is de racist? Wie is de seksist? Toch heel erg een soort schuldige aanwijzen. En ik vind dat daar compassie ontbreekt en ook weinig besef van hoeveel er al goed gaat. Dat we ook niet iedereen mee hoeven te hebben. En dat we toch ook...
mensen vaak, als ze fouten maken, dat onbedoeld en onbewust doen. Dus ik vind het daar het veel te beschuldigend, waardoor je het meteen op scherp stelt en mensen eigenlijk een soort mes tegen de keel duwt. En dat vind ik een hele onaangename en ook contraproductieve manier om dit spel aan te kaarten. Hè? Om die subtiele discriminatie die er nog steeds heel veel heerst, om dat aan te kaarten. Dus dat is het eerste. Haal dat weg, dat soort morele, op zoek naar de dader, fatsoenspolitie idee. En het tweede is, wat was het ook alweer? Oh, ik vergeet hem altijd. Nou, komt zo wel weer. Er waren nog vragen uit de zaal. Ja, ik weet hem weer. Weet je, het tweede wat je moet doen, op de UvA zou in ieder geval, als je meer ruimte voor diversiteit wil, dan ook ruimte voor diversiteit, wat ik altijd noem viewpoint diversity. Dus dat is dan ook ruimte voor diversiteit van opvattingen. Dus oké, jij wil graag echt een stevig diversiteitsbeleid, waarin we dus ruimte vragen voor genderdiversiteit, etnische diversiteit, koloniale verleden en hoe dat toch allemaal onbewust kan doorwerken. Prima. En ruil daarvoor ga jij praten met een FVD'er die dat helemaal niks vindt. En dan gaan we praten. En dat is ook een vorm van diversiteit. Dat zo iemand niet wordt weggeduwd. Dan ga je ook praten met iemand die klimaatskeptisch is. Of in ieder geval sceptisch is op het alarmistische idee van klimaatverandering. Ook al ben je het er niet mee eens. Of je gaat praten met iemand die gelooft in een complot. Ik vind het, als je dan echt voor diversiteit staat, dan vind ik, ik zou veel meer zeggen, laten we dan de wappies en de wokies, zeg maar, dan ook radicaal met elkaar in dialoog brengen. En dat dan ook zonder elkaar weg te zetten, goed luisteren. Ja, dus dat vind ik altijd wel de lakmoesproef van hoe ben je echt geïnteresseerd in diversiteit? Of wil je gewoon een wereld die jouw eigen ideologische binnenwereld reflecteert? Diversiteit betekent dat je dus ook continu in aanraking komt met mensen die echt anders zijn en denken dan jij. En daar zul je het dan mee moeten doen. Ja. Doet je het? Nee. Doet je het nu? Oké, okay. Ja, ik kom mezelf niet goed. even teruggaan op de geschiedenis van de jaren 70. Ik heb het allemaal meegemaakt. Toen had je allemaal ontzettend veel linkse activisten en uit de hippietijd allemaal enzovoort. En allemaal tegen het kapitalisme. Het valt me op dat dezelfde generatie nu, mijn leeftijd zijn, wat ouder zijn enzovoort. En die zijn nu juist de kapitalisten. Die wonen nou in de grachtengordel. Ik ken de verschijnende. Ja, echt waar. Ze hebben blijkbaar voor zichzelf gestreden. Niet voor de mensen die inderdaad echt arm waren toen de tijd. Dus ze hebben gewoon zelf, zitten ze nou in het plus, zijn nu de elite. Maar beslissen wel over de andere armen in de buitenwijken zoals dit. En die worden dan racist genoemd. Terwijl zij dus voor elkaar hebben op de achtergordel. En zij zijn de elite en beslissen over ons dat wij dus nu slecht zullen zijn. Het is eigenlijk een soort geschiedenis uit de oude tijd. Ik voorwaarschuw dat de huidige linkse activisten niet dezelfde weg op gaan. Ja. Hebben jullie daarop reageren? Nee, dank voor de steek. Ja, ik begrijp ook dat UvA eigenlijk een hele onveilige werkgever is. Als ik de verhalen hoor, dat jullie punt ook is. Dat gewoon, geen ruimte is voor academische vrijheid. Nou, kijk, dat is dus, laten we zeggen, een verschil van mening tussen mij en de UvA wie er onveilig is. Hè? Dus de UvA vindt mij onveilig. Ik vind de UvA onveilig. En die strijd, wie daar gelijk krijgt, dat zullen we uiteindelijk voor de rechter moeten uitvechten. Dat is nog niet beslecht. Maar als je dat aan mij vraagt, dan zeg ik, ja, dat is een zeer onveilige omgeving. En een zeer giftig klimaat. En het is echt heel erg snel veranderd. Ik ken de UvA goed, al 10, 15 jaar. En ik heb dat in rap tempo achteruit zien gaan. Met de komst van een aantal nieuwe collega's, maar ook bestuurders en de instroom van internationale studenten. Er gebeurde een aantal dingen tegelijkertijd. Die de Amerikaanse classroom culture hebben meegebracht naar Amsterdam. Die een nieuw soort theorieën, staf met nieuwe theorieën, bestuurders met een nieuwe stijl. En dat bij elkaar, gooi dat in een soep en je krijgt een soort
ja, in mijn ogen een heel giftig geheel. Hè? Dus ik ben echt, ik vind de UvA in een zeer slechte staat. En dan dat, er zijn wel, dan heb ik het over sociale wetenschappen. Nu is de sociale wetenschappen groot op de UvA. Het is de grootste sociale wetenschappenfaculteit van Nederland. Het heeft veel afdelingen. Sociologie, antropologie, politicologie, pedagogiek, onderwijskunde. Daarnaast heb je ook nog psychologie bij een andere faculteit. Psychologie gaat een stuk beter. Dus ook binnen die afdelingen zijn er weer allemaal plekken waar het allemaal een stuk beter gaat. Het mainstream curriculum is vaak nog hartstikke goed. Dus het is niet één groot kommer en kwel. Maar ik ben wel heel erg geschrokken van hoe daar radicaal gedachtegoed om zich heen aan het grijpen is. Ja. Jij bent werkzaam voor de Universiteit van Utrecht. De tendensen die Laurens hier schetst, zie jij die ook op de Universiteit van Utrecht? Of is het meer een UvA-specifiek? Nou, dat hele idee van een veilige werkomgeving, hè, dat ik heb daar erg mijn twijfels over of dat überhaupt een constructieve manier is om naar te kijken. Want nu wordt, ja, dat je dus een subjectief iets van een veilige werkomgeving, dat een oog. Ik heb wel eens gezegd voor studenten, eigenlijk, ik vind dat de universiteit eigenlijk een intellectueel spookhuis zou moeten zijn. Dat mensen gewoon, dat je denkt van wow, wat gebeurt hier? Van hier, dat je helemaal uit je eigen comfortzone wordt gehaald. Dus dat je helemaal niet intellectueel veilig hoeft te zijn. En ook mensen dus die uitgedaagd kunnen worden in hun eigen identiteit. Ik geef filosofie en daarom zeg ik ook, ik ben dus atheïst. En dat mag je, dat is al het probleem. Ik vind, ja, als je gestudeerd hebt en je bent dan nog steeds gelovig, dan denk ik dan dat je niet iets gemist hebt. Dat vind ik dat ik wat mogen zeggen. We zullen mensen het niet meer eens zijn. Maar kijk, het gaat erom dat je daar over dan nadenkt. Ik vind ook dat ik gelijk heb en ik heb ook gelijk. Maar het gaat erom dat je daar zelfstandig over leert denken. En dat zou dan de reactie zijn als er nu een enquête zou gehouden. Dan voelt iedereen zich veilig. Zullen misschien wel de religieuze mensen zeggen, nou, voelt het niet veilig. En daar wordt dan weer naar geluisterd. En dat vind ik dus, dat hele idee van die sociale veiligheid is een idee. Ja, het lijkt heel, wat Laurens zei, het lijkt een heel mooie term. Wie wil nou niet sociale veiligheid? Maar door dat te gaan benadrukken, bereik je dat iedereen, ja, op eierschalen loopt. De docent in ieder geval. Van, mag ik nog wat zeggen? Kan ik, elke keer denk je, mag ik, kan dit nog wel eigenlijk? En dat is niet goed. Ik bedoel, ik vind juist, het moet studenten ook uitdagen. Ja, kijk, binnen fatsoensgrenzen. Dan ga je natuurlijk, maar voor een groot deel, ja, die sociale veiligheid is een woke concept, wat ik denk dat geen constructief concept is. En dat zou overboord gegooid moeten. En ik heb dan nog één tip, wat ik denk, en dat heb ik mezelf gecensureerd uit het boek. Ik hoop niet dat dit opgenomen wordt. Ik heb dan denk van, wat kunnen we nou doen om woke te voorkomen? En een van de dingen die echt niet goed zijn, is dat we, denk ik, persoonlijke mening, daar kunnen we het over hebben, de diversity officers, die overal ingevlogen wordt, niet alleen op universiteiten, maar op alle instellingen. En die worden daar vast aangenomen. En dat gaat dus en vrij hoog in de organisatie. Kijk, en normaal gesproken, als je een probleem hebt, soms komt dan een crisismanager om een probleem op te lossen. Een product manager, is het probleem opgelost, gaat hij weer weg. Nu hebben we zo van, nou, is er een probleem? Nou, dat is al, valt te bezien of er hoe groot het probleem is. Dan wordt er iemand neergezet. Iedereen wordt op cursus gestuurd vervolgens. Ik neem aan op inclusie en diversity cursus. Dan worden de taalgidsen worden tevoorschijn gehaald. Dan worden gezorgd dat natuurlijk alle foto's op de website allemaal heel divers zijn. Maar op een gegeven moment, ja, wat moet die persoon dan nog doen? Op dat moment wordt het gevaarlijk. Hoi, ik ben Daniel van Duin. Ik heb een politieke partij opgericht. Die heet LEF. En die is bedoeld om toekomstige generaties een stem te geven. Daarnaast ben ik tijdontwerper, dus ik kijk naar hoe we tijd op meerdere dimensies kunnen toepassen in de ruimte. Lang verhaal kort. Ik worstel een beetje met eigenlijk dat we nu nog niet heel erg, als je ergens tegen strijdt, hou je het eigenlijk in stand. Dus zodra je ergens tegenaf zet, dan bestendig je eigenlijk de status quo. Dus als je zegt, ik ga tegen woke strijden, dan geef je ammunitie om hetzelfde eigenlijk terug te doen naar jou toe. Want je geeft een andere strijder een wapen. En dat vind ik ook vervelend aan de hele woke-discussie, is dat het eigenlijk polariseert, omdat het is over en weer eigenlijk geweld. Verbaal geweld, dat vind ik, ja. Maar het is wel geweld. Nee, dat ben ik niet eens om daar de term geweld voor te gebruiken. Nou, dat vind ik prima. Als jij dat niet wil. Waar ik naartoe wil, is dat we denken vanuit overvloed. Dus niet een zero-sum game, mijn gedachtegoed gaat ten koste van jouw gedachtegoed. Maar hoe kunnen we in overvloed gaan denken? Dat is mijn vraag aan jullie, want
ik denk van, eigenlijk gaat die hele discussie over woke gaat over ruimte. Ruimte innemen, mogen innemen. En ook voor groepen die eerder niet de ruimte kregen. Dus ik vind dat heel legitiem. Vooral vrouwen, maar ook andere groepen. En dan denk ik, goh, als we nou vanuit overvloed denken, dan gaat die ene ruimte, zeg maar, dat ik naast iemand ga staan, dan is dat eigenlijk gewoon een grotere kring. Dus laten we die kring gewoon groter maken. Waar is dan nog het probleem? Maar dus meer, eigenlijk ik wil meer vooruitdenken van, stel we zijn over 10 jaar verder. En heb jij dan zeg maar een kruistocht tegen woke gevoerd met succes? Of is het paradigma verder verschoven naar iets nieuws, waardoor we toch ergens verder zijn gekomen, ook dankzij die strijd? Nou, ik heb wel een beetje moeite met zo'n soort reactie. Omdat ik dat toch een beetje het bagatelliseren vind. Kijk, op een gegeven moment, er zijn momenten in de geschiedenis waar je in verzet moet komen. En om dan te zeggen, als we zeggen, we kijken nou ook niet naar het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Van God, had je niet moeten doen, want je hebt het zo groter gemaakt. Dus je moet op een gegeven moment, er is sprake van een ernstige bedreiging voor de vrijheid. En dan is het heel belangrijk dat je in verzet komt. Hè? En natuurlijk ook nadenken over alternatieven. En hoe dan wel? Nou, daar zijn we volgens mij allemaal heel druk mee bezig. En zeker niet het één ongenuanceerd of allemaal wegzetten als het kwaad. Want zo simpel is het niet. Woke maakt ook hele belangrijke goede punten, zoals al gezegd. Maar het is echt heel belangrijk om je er tegen uit te gaan spreken. En dat degene die dat doen, zoals ik, niet alleen komen te staan. Want je wordt afgeslacht als je te alleen staat. Ja, dus dat is het, zou mijn eerste reactie zijn. En dan dat tweede over overvloed. Kijk, een beetje mijn punt over over woke is, het is in mijn ogen is een van de grote problemen van woke, dat het wat te veel overvloed is. Dus die kring, die wordt maar groter en groter en groter gemaakt. Er is geen grens aan wie er in die kring mag. Dus iedereen kan een identiteit bedenken en er weer bij komen te staan en ruimte vragen en gekwetst zijn en beschuldigen. Daar zit geen grens aan. Juist dat maakt woke zo aantrekkelijk en zo lastig om te bestrijden. Dus ik vind het een lastige reactie van je. Ja, hoi. Laurens, je geeft aan links-progressief te zijn en te snappen waar we ook vandaan komt. Wat doe je dan om te zorgen dat jouw boodschap eigenlijk gekaapt of gebruikt wordt door rechtsconservatieven die er wel extremere of andere ideeën dan jij op nahouden? Wat doe ik eraan om dat te voorkomen, bedoel je? Ja. Nou, ik probeer, kijk, ik ben niet zo makkelijk te kapen. Ik heb niet geen belangen bij extreem rechts. Dus daar voel ik niet echt een probleem. Ik vind het wel heel belangrijk om bruggen te slaan. En om een radicaal gesprek te voeren. Wat ik merk als ik in zaaltjes kom, zeg maar. Of als ik bijvoorbeeld bij. Ik heb 2 keer bijvoorbeeld bij Forum Insight geweest. In mijn ogen hebben mensen dan valselijk het idee dat ik dan een grote extreemrechtse achterban heb. Ik krijg vaak heel veel reacties van mensen die zeggen: ik heb mijn hele leven SP gestemd. Er zitten heel veel mensen die stemmen Forum, hè? Die gedesillusioneerd zijn door de linkse partij al heel lang geleden. En dus ik probeer ook een beetje bij die podia langs te gaan om te zeggen, om het geluid te laten horen, om te verbinden en om het geluid te laten horen van God, het komt ook vanuit andere hoek zijn deze zorgen. Hè? Dus ja, zo sta ik er een beetje in. Ik heb niet het gevoel dat ik daarin voor een karretje word gespannen. Hiervoor? Ik weet niet zo goed hoe ik deze vraag moet formuleren. Ik ben er niet helemaal uit, maar misschien komen jullie wel met me mee. Ik vraag me af of dat, zeg maar, je bent dan deels heel erg voor juist een diversiteit aan meningen. En ergens als je het hebt over die woke student die al aan het begin binnenkomt en meteen zit van, er zijn alleen maar witte mannen op deze lijst. Ik voelde ook daar ook best wel veel sympathie voor. Ook al ja, kan het een beetje irritant zijn, zo'n controlerende houding. Maar ja, het is een student die iets opbrengt. En dan denk ik van ja, zit het hem echt in de radicale ideologie, in de radicale meningen die zij hebben? Of zit het hem meer
in vervolgens de UvA of juist de mensen die achter die andere belangen hebben, die eigenlijk helemaal niet bezig zijn een intellectueel debat te proberen te voeren, maar die gewoon denken van, oeh, oh nee, straks worden wij nog beticht van racisme. En dus ik vraag me af of de, zeg maar, die standaardkampen van de strijders voor tegen, nou ja, voor woke en de strijders voor de vrijheid, of dat de juiste kampen hier zijn, of dat het misschien meer in de, ja, wat ik net zei, ik weet niet zo. Ik denk dat het heel belangrijk is wat je zegt, hoor. Dat het goed is. Ik ben om dit gesprek zoveel mogelijk op de inhoud met elkaar te voeren, zonder elkaar in die hokjes weg te zetten. Dus als iemand aankomt met, god, ik vind een vak of een heel, ik heb mijn studie gedaan, ik heb alleen maar witte auteurs gelezen uit de westerse wetenschappelijke traditie. En nou ja, dat vind ik heel goed om dat bespreekbaar te maken in de opleiding. Je zou dan als opleider kunnen beslissen, ja, zo positioneren wij ons. Of je zou kunnen zeggen, dit vinden wij een probleem en we gaan het hier diverser maken qua ideologische en intellectuele invloeden. Ik vind het heel belangrijk dat dat soort discussies worden gevoerd. En ik ben het met je eens dat we een hoop studenten die met dit soort vragen rondlopen, die zijn integer. Hebben daar belang, hebben daar oprechte belang bij om naar een inclusievere samenleving toe te groeien. En ik ben daar ook in mee. Alleen heel snel word je helaas dan meegezogen, wat ik net al zei, dat je toch in een soort van, dat heel veel komt toch die schuld erbij. Van degene die het niet meegaan zijn fout. En word je tegen de muur gezet als je verzet of als je vragen stelt of als je, wat ik net al zei, misschien de standpunt hebben. Nou, we zijn een opleiding die zich positioneert in de westerse wetenschappelijke traditie. Mag het toch ook? Als we ons daar bewust van zijn, reflectie op tonen, mag dat toch? Dus ik vind dan wel dat al die stemmen ook een rol, een plekje mogen krijgen. En wat ik zie gebeuren op de UvA is dat er niet is. Dus het wordt dan, op het moment dat die vraag wordt gesteld, gaat dat gepaard met, ja, ik noemde dat zelf altijd, dat ik het gevoel had dat mijn ademhaling naar mijn keel ging. Er komt zo'n moreel veld. Als iemand dit aanbrengt in de klas, een student of een collega in een vergadering, ik word al meteen, alles komt op scherp te staan. En je denkt, nu moet ik opletten dat ik niet iets verkeerd zeg. Voor je dit weet, vliegt de vlam in de pan. En wordt het hier een soort cultuuroorlog. En dat is gewoon zo jammer, waardoor al die gesprekken hierover niet goed gaan in mijn ogen. Ga maar. Alleen als het. Wacht. Ja, ik vroeg me af. Dus jij vindt het dan wel meer in de ideologie al zitten, het gevaarlijke. En ik vraag me, zeg maar, is het al. Want op zich, ja. Sorry, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet zeggen. Ik het over ideologie. Kijk, ik vind dat het kijken naar de huidskleur van de auteur of andere kenmerken van een auteur, dat een racistische manier om naar dingen te kijken. Dus dat vind ik überhaupt geen goed idee. Of om te denken dat er zoiets bestaat als westerse wetenschap. Ja, maar dat bevragen en daar, zeg maar, daar dat iemand anders daar dan iets anders van vindt en dat wel racistisch vindt en daar dan over praten. Ja, maar dat is dus niet, dat mag je maar over dan praten. Komt dat morele erbij. Ja. En, maar op zich is dat morele, lijkt me ook nog niet per se gevaar. Ja, het is spannend. Maar het wordt pas naar, volgens mij, op het moment dat je ontslagen wordt. Of dat je, zeg maar daarvoor is het gewoon een verhitte discussie. En ja, tuurlijk, ja. Dan zeg je af en toe, nee, je klinkt net als Hitler. Ja, maar je kan niet meer. Is dat erg al? Nee, maar het gaat erom dat op een gegeven moment de kijk, ik krijg nu al een mailtje van de diversity officer. We kunnen je helpen met het decoloniseren van je curriculum. Dus nu is het zo van, we kunnen je helpen. Maar hoe lang is het nog zo dat de docent autonoom blijft over het vak? Dat was altijd, de docent was altijd autonoom over het vak. En dan de ene docent deed anders dan de andere. Maar nu is er een soort politie die je al met de taal bemoeit. Met de leeslijst gaat bemoeien. Met de concepten die je gaat bemoeien. Wordt het hele curriculum, de master wordt nu gedecoloniseerd.
Terwijl op zich, als iemand de ruimte daar wel besteedt, is prima. Maar überhaupt om dat uit te rollen. Dus een ideoloog, in één ideologie wordt uitgerold over het heel curriculum. Doordat studenten aan de deur staan te morrelen. En gevoed worden door de ideologie van woke. En ik vind dat dus een enorme inperking van de vrijheid, van academische vrijheid. En een ondermijning van de wetenschappelijkheid. Want dit zijn niet wetenschappelijke theorieën. Hiervoor was nog een vraag. Nee, ik wilde eigenlijk aanhaken op wat die jonge dame hier van voren zei. Omdat ik terug telkens hoor dat jullie wel iets van die woke-ideologie, om het zo te noemen, begrijpen. Maar volgens mij heel erg ageren tegen het opgelegde. Het opgelegd krijgen van een norm, van taal. En dat is denk ik het probleem. Dat het opgelegde en niet zozeer het pleidooi voor inclusiviteit of het pleidooi voor begrip voor andersdenkenden. En daarin zie ik wel wat Laurens ook zegt. Maar nu ga ik geen vraag stellen. Ik heb wel een vraag opgeschreven. ik vind het namelijk best wel iets zeggen voor de Amerikanisering van onze cultuur. Als jij het zoekt op, ik wil even dan tussendoor zeggen. Yeah? Dat je begrip voor andersdenkenden. Kijk, je moet natuurlijk begrip hebben voor de persoon en respect voor de persoon, maar absoluut niet voor andere mensen ideeën. Er zijn zat, de universiteit gaat juist omdat je elkaars ideeën bekritiseert en dat je ook die hart bekritiseert. En het zeggen van ja, maar alle ideeën zijn ongeveer gelijk, dat moeten we juist niet hebben. Er zijn echt ontzettend stomme ideeën en dat moeten we ook bekritiseren. Dus mensen moeten er tegen kunnen om verschil te maken tussen, je kan elkaar heel scherp bekritiseren en daarna kan je elkaar een hand geven en elkaar een biertje drinken. En dat lijkt bij woke niet te gaan, dat gelijkgeschakeld wordt. Dat die hebben het ook vaak over vijanden in plaats van intellectuele opponent. En dat is ook wat ik echt, wat dat hele polarisering, je moet met elkaar van mening verschillen, scherp van mening verschillen, maar het zijn nog steeds mensen met wie je samen moet leven. Dat zou me eigenlijk, als ik één boodschap zou hebben, zou dat mijn boodschap zijn. Sorry, jij was je ja, vraag. Nee, maar dat is op zich wel interessant wat je daar zegt. Een van mijn vragen, ik heb er best wel veel op gegeven, maar een van mijn vragen die is, hoe zou je dan het kamp woke en hoe zou je het kamp woke en het kamp anti-woke bij elkaar kunnen brengen? Of is daar überhaupt nog een middenweg in te vinden? Is daar überhaupt nog begrip te vinden in zo'n gepolariseerd gebat? Ik vind in principe, je moet proberen natuurlijk altijd in gesprek te blijven treden. Maar dat is dus een van de dingen. Een van de dingen zijn zeggen, stop met twitteren. Zeg maar, dat zou in ieder geval, want dat twitteren is natuurlijk geen manier om gesprek te voeren. Je moet met elkaar in de ogen kunnen kijken en dan moet je dingen tegen. Dan zeg ik, ik heb twee zoons, of mijn neefje, die ben ik aan het opvoeden. Die zegt van, kijk, als je op Twitter zegt, je moet hetzelfde zeggen wat je de persoon ook rechtstreeks in de ogen kunnen zeggen. En dat helpt al enorm voor een zinnige discussie. Dus het hele idee van woke en het trollen, wat aan beide kanten natuurlijk gebeurt, dat helpt niet. Dus de hele sociale media lijkt niet constructief te zijn in het creëren van het debat. Zoals wij nu hier met elkaar, en ik weet niet, misschien verschillen we enorm van mening, maar we zijn in ieder geval geciviliseerd. We luisteren naar elkaar, respectvol, en misschien zijn we niet elkaar van mening. Dat is goed, dus ik hoop dat we nog veel meer van dit soort zaaltjes zijn. Waarin ook mensen, of ze nou van FVD zijn of van bijeen, dat we die bijeen brengen. Ik zou, want ik vind jouw vraag goed, van hoe krijgen we nou dat woke en anti-woke wat meer bij elkaar? Kijk, dat hele emancipatieverhaal is heel belangrijk. Hè? De minderheidspositie zal nooit veilig zijn in mijn ogen bij rechtse partijen. Dus we zullen daarom als links, als we die in mijn ogen de emancipatieagenda willen redden van wat ik zie als die woke hijack, die kaping die aan de gang is, zullen wij die kaping aan de orde moeten stellen en moeten beëindigen. Wat rechts doet, is deze die denken, wow, die links zit zich helemaal in dat woke vast te bijten. Beter, die denken natuurlijk van, dit is een unieke kans om die hele emancipatieagenda van tafel te gooien. Die hebben daar nooit wat mee gehad. Dus het is een enorme zwakte eigenlijk, wat links doet door zo te vrijen met woke en zo dat anti-woke in de kaart spelen. Dus je ziet wat van wind mensen als Jordan Peterson, Andrew Tate,
wat voor wind die in de zeilen hebben gekregen. Nou, dat komt in mijn ogen door die woke radicalisering op links. Dus ik zou zeggen, laten we dat eens proberen te stoppen. Daar zelf eens over praten. Daarom vind ik dit ook zo'n belangrijk event. Dat we dat eens in Amsterdam, want ik praat even over woke, maar dan ga ik iedere keer naar Friesland en naar Geldrop en naar... allemaal zaaltjes waar dan vooral mensen zitten die, die geloven dat we dat de World Economic Forum een takeover plaatsvindt. Dus nou, hier misschien een wat ander publiek. Ook belangrijk. Hè? Ik wil graag een links progressief publiek. Daar heb ik het eigenlijk voor gedaan. Alleen al die deuren gingen opeens dicht. Dus toen kwam ik aan de andere kant. En toen werd dat gebruikt door te zeggen, oh, zie je wel, hij radicaliseert met extreem rechts. Ik zei, ja, oh, wacht even. Ik praat gewoon met iedereen die de deur open doet. Hè? Dus als linkse mensen de deur open doen, dan ga ik daar praten. En ik denk dus dat dat heel belangrijk is, dat we dat echt gaan doen. En helaas zitten al die deurtjes vaak nog dicht. Dus het begint in mijn ogen, linkse mensen, beter milieu begint bij jezelf. Het zal bij ons moeten beginnen, die einde aan dat woke gedoe. Oké, deze keer ga ik staan, want deze vraag heb ik ook al eerder gesteld, de eerste keer. En dat de vraag was dus van, wat kunnen dan linkse partijen doen? Want u zegt al nee zeggen of weren, maar hoe concreet kan dat zijn? En natuurlijk het debat aangaan, maar soms kan dat niet. Heeft u suggesties, maar ook praktische suggesties, alsjeblieft. Dank u wel. Ik? Ja, graag. Maar, dus, maar je bedoelt, wat link, nog een keer je vraag dan, wat links kan doen om, wat? Ik ga weer staan. Ja, wat linkse partijen kunnen doen om juist hele geradicaliseerde woke ideeën of te weren of niet gekaapt te worden. Want we hebben het al eerder gehad over onderwerpen die gekaapt worden. We hebben het de hele tijd over. Links moet stoppen met struisvogelgedrag, vind ik zelf. Links kijkt weg voor het feit dat er radicalisering plaatsvindt in eigen gelederen. Ik ben onderdeel van de LGBT-community in Amsterdam. Het is onbespreekbaar in Amsterdam om te spreken over het feit dat er radicalisering plaatsvindt. Dat die beweging doorschiet. Dat er eigenlijk een soort emancipatiebeweging op gang is gekomen, die in mijn ogen nergens meer over gaat. Die ik niet kan rijmen met de strijd waar ook ik op heb ingetekend. Namelijk de strijd tegen het neoliberale patriarchaat. Ik snap niet meer waar het over gaat. Om genderneutrale toiletten na te streven en nog een letter achter LGBTIQ+ te plakken. Ik snap het gewoon echt niet meer. Als ik die vraag stel, word ik weggezet als een homofoob en een transfoob en gaan alle deuren dicht. Nou ja, dus ik zou zeggen, stop, als wij als links, ik weet niet wat we doen met linkse partijen, maar alle linkse partijen die geloven niet eens in woke. Linkse partijen denken dat woke een woord is van rechts om onschuldig diversiteitsbeleid van links te ondermijnen en aan te vallen. Die denken dat er helemaal niks aan de hand is dat op links. Dus de zelfreflectie op links is zo beneden peil. Dat is echt schrikbarend. Het wegkijken voor de gigaproblemen in ons eigen denken is eigenlijk heel groot. En dat maakt het mogelijk dat het maar doorgaat. Je vroeg iets heel concreets. Hè? Nou, kijk, heel concreets is een leesclub beginnen in linkse kringen over kritiek op woke. Dat is zo concreet, veel concreter kan ik het niet maken. Heel goed. Ik heb wel een aanbeveling. Nou, maar er zijn heel veel boeken die je kan lezen. En ja, maar David was even maar. Heel goed. Heel goed dat boek. Maar die staat ook op mijn lijstje, hoor. Ik heb ook een lijstje met boeken. Dus dat zou een heel goed idee zijn. En ik zou linkse mensen ook willen aanmoedigen. Denk eens na. Ga die kritiek op woke eens via links aanvliegen. Want nu is die anti-woke vaak zo rechts en conservatief. Ik ben blij dat het er is, want er is in ieder geval kritiek op woke, waar ik nu in ieder geval enigszins op kan leunen. Maar ik heb liever links kritiek op woke, die dus vanuit feministisch perspectief, vanuit anticapitalistisch perspectief, laten we dit eens ontmaskeren als een neoliberaal project, als een regressief project, als een anti-vrouw project, anti-zwart project. Het is een gedrocht, dat woke. Hè? Dus, en dat kunnen wij als linkse mensen als geen ander aantonen, in mijn ogen. Hallo. Er loopt soms heel veel lijnen door elkaar. Hè? Want we hebben ook nog dat hele verhaal van gender. Dan zit ik ook weer te denken, je ook nog die lijn over cultuuroorlog. Dan heb je, deze discussie speelt nationaal, maar ook internationaal uit de Verenigde Staten.
En even, ja, ik noem alles maar even. Maar dan kom ik eigenlijk op iets anders wat in het verleden ook speelt. Je had bij de reformatorische school een aantal jaren geleden de discussie of een homo man of vrouw onderwijs mocht geven aan de reformatorische kinderen, of dat moslimkinderen naar een reformatorische school mochten. En er was eigenlijk de discussie, ja, in hoeverre reikt de vrijheid van onderwijs? En ja, je zou kunnen denken van in hoeverre als een aankomend docent bij de UvA les wil gaan geven. En tijdens het sollicitatiegesprek wordt gezegd, ja, onderschrijf jij wel de woke uitgangspunten. Net zoals een homo die dus bij reformatorische school onderwijs wil geven, onderschrijf jij wel de reformatorische grondbeginselen van de drie-eenigheid van God. Ja, dan tas je ook weer op die manier eigenlijk het vrijheid van het onderwijs aan. En het is, ja, hoe zie jij dat? Mag ik daar wat op zeggen? Ja. Interessant is dat, ik zit ook in de beoordelingscommissie voor docenten voor een onderwijskwalificatie. En nou blijkt dat ze dus ook Engels gecertificeerd moeten zijn. Nou oké, goed, wij spreken allemaal Engels. Maar onderdeel van het Engels is politiek correct of inclusive English use. Dus eigenlijk een woke test. En laatst was er dus een goede docent gezakt op de inclusivity test. Dus precies die lakmoestest waar jij zei. Dus eigenlijk al zo dat je dus een woke test hebt om docent te kunnen zijn. Dus het is er eigenlijk al en dat zou natuurlijk absoluut niet moeten. Dus je kunt ook zeggen van dit is hoe wij het doen, maar dat je het gaat testen. En dit was dus een voorbeeld van in de Universiteit Utrecht wordt er getest op wokeness van je Engels. Dus dat lijkt me niet goed. Dat wil nog even zeggen over die reformatorische scholen en inclusiviteit. Kijk, dat is nou precies een voorbeeld van wat we dan wel zouden moeten doen. We moeten af van artikel 23 met bijzondere scholen, zodat dat je überhaupt als homoseksuele docent overal les kan geven en dat je geen islamitische scholen meer hebt en geen christelijke scholen, maar algemeen seculier onderwijs, wat dan ook niet door woke gekaapt wordt. Dat zou voor mij een ideale wereld zijn. Maar goed, die is nog ver weg, want de islamitische scholen worden geopend. Nou, ik weet zelf niet zo hoe ik ten aanzien van het bijzonder onderwijs sta, maar ik vind het wel. Ik vind het. Moet ik even over nadenken. Maar ik snap jouw punt wel. Wat jij maakt. Ik vind het een interessant punt. Van. God, ja, er zijn allemaal scholen met een bepaald ideologisch accent. Nou, dan kunnen we ook. Waarom mogen universiteiten dan niet een woke accent hebben? Hè? Mag de UvA dat niet zijn? Nou, dan zou ik zeggen: oké, dan zou ik er niet willen werken, maar dat mag. Dan, hè, maar dan zou ik wel zeggen, dan moeten we ook echt wat diversiteit in universiteiten krijgen. Dan wil ik ook universiteiten in Nederland die een accent leggen op radicale academische vrijheid. En een universiteit die zegt, ik ga het proberen mijn mooie balans te vinden. En op dit moment zie je helemaal geen diversiteit in het aanbod van universiteiten. Eigenlijk zijn alle universiteiten die woke glijbaan afgegaan. De enige vraag is, hoe ver down the drain zijn ze gegaan? Nou, de UvA, sociale wetenschappen, heel ver. Andere net wat minder ver. Dus het is een soort, ja, hoe erg is het afgegleden? Zo'n soort verhaal zit je nu in. Ja, dat is in mijn ogen natuurlijk geen diversiteit van academisch onderwijs. Ja, ik heb een vraag weer. Mijn vraag gaat over het verzet tegen woke onder millennials. Want het is wel zo dat onder de oppervlak dat millennials wel relatief conservatiever zijn dan boomers. Dat wordt wel vaak over het hoofd gezien. En in de Nederlandse context valt me wel op dat er met name jonge vrouwen zich wel tegen woke wel verzetten. Dus denk Raisa Blommesteyn en Eva Vlaardrienbroek. Dus de vraag is, waarom eigenlijk dus wel rechts, bepaalde delen van rechts, want rechts, deze zesde natuurlijk vinden we ook wel geweldig, want dat is onder andere de klassenstrijd. Hoe komt dat alleen dat flank neemt gewoon het woord en dat ze dan toch op een of andere manier weer dus eigenlijk de maatschappelijke agenda om de zip wil helpen? En nog een oplossing voor je vraag, een communistische partij oprichten, en volwaardig. Dus klassenstrijd weer de voorgrond. Dus de vraag is, samengevat, hoe komt het dat bepaalde vrouwen, dus met name de boventoon wel voeren in de woke-strijd, tegen woke in ieder geval? Ik ga hem niet beantwoorden, maar ik wil nu zeggen, ik pleit voor vrijheid. En als je dus, communisme is juist een vorm van onvrijheid die we absoluut niet moeten hebben. Dus ik ben het daar echt zo mee oneens, dat wil ik toch even gezegd hebben. Ja, dat is een heel punt. Wat moet ik nou zeggen? Ja, dat is een sociologische vraag over die vrouwen. Dat weet ik niet. Welke vraag over Raisa? Ja, Raisa Blommesteyn, Eva Vlaardrienbroek.
Nou, ik wil daar alleen over zeggen van het valt mij ook op dat die woke-kritiek veel van die rechtse vrouwen komt. Ik vind Raisa en Eva Raisa Mulder en Eva Vlaardingerbroek ook daarin best wel heftig. Ik waardeer ze ook heel erg om hun strijd, want nogmaals, ze zeggen in ieder geval wat. Maar het is op een manier die nooit de mensen zal bereiken die in mijn ogen bereikt moeten worden. Dus wat is er in mijn ogen aan de gang? Waarom zien al die anti-wokies zo goed het gevaar van woke? Omdat in mijn ogen, is een beetje mijn theorie, ik ben veel met Jung bezig en ik denk vanuit Jung zou ik dit zo beredeneren, dat mensen projecteren heel vaak van alles op anderen. Dus we zijn heel erg goed om het extremisme van in anderen te herkennen, maar niet in onszelf. He, dus dat anti-woke ziet, die projecteert dan hun eigen extremisme op woke, ziet het daar wel, maar niet in zichzelf. En het tegenovergestelde is aan de gang bij woke. He, dus die ziet het eigen extremisme niet, maar die projecteert alles ook weer op anti-woke. He, en zo houden we elkaar in een soort dubbele houtgreep. He. En nou, ik denk dus dat het heel belangrijk is dat doorbroken wordt. En wat ik net al zei, dat begint dus. Ik voelde zo'n behoefte bij die dame die vraag stelde daarachter. Van ik wil concrete handvatten. En dat snap ik heel goed. Maar ik zeg altijd van, wat moet links nu doen? Het is een bewustwordingsproces. Een bewustwordingsproces van naar jezelf kijken. Ja, dat is vaak dus een schaduwwerk, noemt Jung dat. Dat is een pijnlijk proces om extremisme, wat je al zo goed ziet in anderen en wat je er gelijk in hebt. Het zit er in anderen, maar wat ik dus zo graag mensen toewens, is draai dat vingertje eens weg. Ja, je hebt gelijk waar je naartoe wijst, maar draai het eens naar jezelf. Ja, ik moet het zelf ook weer elke dag doen. In mijn strijd tegen woke heb ik dat vingertje ook weer naar mezelf moeten wijzen. Dus niemand is daarin zonder zonde. Ja, dus compassievol kijken naar shit. Ben ik niet toch zelf, voordat ik ga kijken naar al die klimaatontkenners, racisten, forumen, nazi's en whatever. Waar zit die extremist in mij? Hè? Die wil onderdrukken, die autoritair wil zijn, die andere meningen de mond wil snoeren, die eigenlijk heel intolerant is, onverdraagzaam is. Kijk, die lelijke kant vinden mensen zo moeilijk om van zichzelf te zien. En nogmaals, we zien het zo makkelijk in de ander. En ik hoop dus dat het zo zou lukken om een keer daarin te zeggen van stop nou eens naar die ander wijzen en begin eens naar jezelf kijken. En dan roep ik vooral links progressieve mensen toe op. Dankjewel. Ja. Nee, precies. Nee, nou, weet je wat het is? Vaak als je boos bent, hè, dan is het gevaar. Er zijn een aantal gevaren. Je kunt het binnenvetten en op jezelf slaan, allemaal jezelf verwijt gaan doen. Je kunt het ook heel makkelijk outrage doen. Hè? Dus je kunt uithalen naar de ander. En dat voelt dan heel lekker, want dan heb je je eigen gelijk. Hè? Maar het is vaak toch ook goed om te kijken naar jezelf. Ja? En dat is een moeilijkere stap. Ja? Om daarin dus, nogmaals, dit is een hele pijnlijke stap die we volgens mij als mensheid wat meer moeten gaan maken. Om daarin, ja, wat ik net al zei, die spiegel wat meer naar jezelf te kijken. Nogmaals, ik ben er zelf ook veel mee bezig. Ik vind het walgelijk, maar ik probeer het wel te doen. Ja? En dat is ook vanuit die intentie heb ik dit ook gedaan op de UvA. Omdat ik denk van iemand moet hier doorbreken wat hier gebeurt. Anti-woke en woke. En maar steeds verder die polarisatie. Nu moet eens een keer iemand vanuit woke zeggen, ja, we hebben inderdaad een probleem. Klopt, we zijn schuldig. Ik heb het ook in mij. Ik zie het om me heen. Dat heb ik proberen te doen. Nou, dat is dus, je wordt dan gezien als een verrader. Dat is wat er dan gebeurt als een afvallige en je wordt verstoten uit die gemeenschap. Want je bent opeens degene die exposed. En ik had gehoopt dat, nou, en daar heb ik zelf misschien ook wel een bijdrage in geleverd hoor.
Maar ik had gehoopt dat ik had het wat compassievoller kunnen brengen, die boodschap. Ik heb zelf ook het wel snoeihard gebracht. Zo, baf, wij zijn schuld, jullie allemaal. Ik heb zelf ook weer met dat vingertje zitten wijzen. Dus, maar toch. Hè, ja, dat heb ik proberen te doen. Ik heb wel spijt van hoe ik... Ik heb dus vanuit die boosheid... Ik vind dat ik het echt supergoed heb gedaan. En dat klokkenluiden, aankaken, aan de kaart stellen. En, maar op een gegeven moment, ik werd zo slecht behandeld. Ik ben zo in isolement gezet. En heb als reactie daarop een paar keer helemaal alle ruimte gegeven aan vergelding. En echt wraak nemen. En dat ik van, oké, nou, jij hebt mij zo'n pijn gedaan. Nu ga ik jou gewoon persoonlijk op social media shamen. En mijn 15.000 volgers op je afsturen. Ja... Nou, dat is niet. Dan doe je eigenlijk zelf niet mee aan een betere wereld op dat moment. Het voelt wel lekker, want je denkt, ah, zie je, dan weet je ook hoe het voelt. Op dat moment voelt het lekker, achteraf denk je, lul. Nou, tot 10 tellen dan. Dus. Nou, ik zou veel hoffelijker blijven. Maar ja, dat, dus proberen iedere keer zo, dan ben je ook veel gevaarlijker en irritanter natuurlijk. Dan dat je als een gek, want iedere keer als ik boos werd, dan speelde ik natuurlijk mijn tegenstanders in de kaart. Want hij is het probleem, zeiden ze dan. En dan was het natuurlijk iedere keer graag het punt dat zij weer wilden maken. Maar daar gaat het mij niet zozeer om. Ik wil niet hoffelijker zijn omdat ik het dan mijn tegenstanders moeilijker maak. Maar ik wil hoffelijker zijn omdat ik zo graag wil zijn. Want iemand moet stoppen met die giftige polarisatie, man, waar we in zitten. En dat modder gooien. En die snoeiharde grondoorlogen waar we allemaal elke dag in zitten op social media. En in families en vrienden. Ik tenminste al een paar jaar. Ik kan daarin zelf wel een rol spelen, ja. Om dat anders te doen ook. Ja, ik had een vraag voor Floris. Want... Je vertelde net over het gebruik van voornaamwoorden op de universiteit. En ik denk zelf, zeg maar, als je inclusief wil zijn, dan wil je ook proberen iedereen zijn identiteit te erkennen. En ik vroeg me eigenlijk af, wat vond je dan vervelend aan het moeten gebruiken van voornaamwoorden? Nou, wat ik voor die social justice warriors die zelf gewoon, als je al 30 jaar, dat je opeens je pronouns eronder gaat zetten, omdat je zo'n naam, omdat je gaat signaling hoe goed je wel niet bent. Als iemand dat per se wil, van oké, die ziet eruit als een man, maar hij wil graag een vrouw zijn. En die zegt, dan wil je best meedoen. Maar kom op, zeg, voor hoeveel procent gaat het nou? Ik vind het zo moeilijk, ik wil mijn best aanpassen hoor, een beetje. Maar ik zou zeggen, die hele pronoun wars, kappen mee, gewoon klaar met dat je met zo'n button loopt en dat iedereen de diversity officers, dat iedereen dat onder zijn ding heeft staan, Floris, pronouns, zeg ik, wat was het ook weer, nou weet ik veel, maar bedoel, ik zou zeggen, dat is nou echt een voorbeeld van spijkers op laag water, daar kom je niet mee naar een betere wereld, sorry. Ik heb het idee dat je misschien, als het niet klopt moet je het zeggen hoor, maar het gevoel hebt dat het een soort van moraliteitsstrijd is. Dat jij het idee hebt dat andere mensen jou op de vingers tikken van je doet het niet goed. Ja, maar iedereen mag wel pronouns gebruiken als je dat wil. Maar je moet het niet eisen van anderen dat ze het gaan doen. En dat is nu het geval. Dat is precies het geval. Maar iedereen, je mag het doen. Ik ben een liberaal. Maar een liberaal vindt dus dat je het mag doen. Maar dat je niet iemand anders het op mag dringen. Omdat jouw goede, hoe goed het ook is, dat je dat niet aan een ander op kan dringen. En dat vind ik hier dus ook bij gelden. Ik vind dat echt een hele lastige discussie. Want ik snap aan de ene kant dat je niet het idee hebt van... Oh, ik wil niet dat andere mensen mij dingen opleggen. Maar... Nee, niet aan niemand niet. Nee, oké, maar aan de andere kant, we hebben ook bijvoorbeeld een wet. En je mag ook niet mensen vermoorden. Dat wordt ook aan mij opgelegd. Pas op met je voorbeelden, hè. Pas op met je voorbeelden. Als je dit met elkaar gaat vergelijken, dan ben je niet goed bezig. Oké, er zijn ook dingen, weet ik veel, je vuilnis moet in de vuilnisbak. Want anders dan... Dan wordt de hele wereld vies en zo. Dat willen we niet. Dus zijn er niet bepaalde dingen die we misschien wel moeten doen voor elkaar... om samen een betere wereld te creëren... zodat je iemand anders kan, het gevoel kan geven meer geaccepteerd te zijn?
Nou, ik vind het überhaupt heel, heel zwak als jij je pronouns alleen dat nodig hebt om je geaccepteerd te voelen. Je hebt gewoon fatsoensregels, zeg maar. Dit is een fatsoensregel die nieuw is en die iedereen op een totalitaire manier wordt opgedragen. En daar zitten we mij in. Dus nogmaals... Ik denk niet dat het op een totalitaire manier wordt opgedragen. Die buttons en iedereen... De taalgidsen bij de gemeente Amsterdam en bij de UvA, die liggen er allemaal wel. Dus ik vind dat behoorlijk dwingend. Oké, maar je zegt zeg maar... ik vind het... als dat zeg maar de enige manier is om het gevoel te hebben dat je... erbij mag horen. Ja, maar dat vind ik dus ook het gevoel te hebben om erbij te horen. Als dat afhangt van hoe een ander je aanspreekt, dat vind ik al een woke gedachte die we niet zouden moeten hebben. Er ligt toch veel minder. Ik denk zeg maar, ik snap op zich van, het is een klein dingetje. Maar het is niet alleen een klein dingetje, want erachter zit, denk ik wel, het gevoel van erkenning. Van oké, ik erken dat er mensen zijn die zich niet man of vrouw voelt. En het gaat dus niet alleen om het woordje, het gaat om. Kijk, maar ik hoef me toch van iedereen ook niet te weten hoe jullie voelen. Jullie zijn gewoon mensen voor mij. Of jullie een man of vrouw voelen, dat zou mij helemaal kont roesten, zeg maar. En als iemand zich iets anders... ik snap niet wat het probleem is, zeg maar. We hoeven je niet van iemand te eisen dat hij jou erkent als man of vrouw of wat dan ook. Dat is het probleem. En dat is met woke, die wil per se die erkenning hebben van de ander. En dat is een intolerante manier om met elkaar om te gaan. En dat is geen fatsoens meer, dat is... dwang. Ik denk dat dat zeg maar de erkenning wel belangrijk is. Als jij het gevoel hebt dat jij niet erkend bent, dan denk ik dat dat heel onprettig is. Maar dus niemand zegt dat de wereld bestaat volledig uit onprettig zijn, zeg maar. Ja, soms je kan je onprettig voelen. Ja, kom op, zeg, word volwassen. Is iemand in de zaal die hier, geloof ik, een vervolgstelling, vraag op heeft? Nou, wil je ook wat over zeggen, aangezien ik over best wel mijn expertise ga. Want ik hoor je punt goed. Ik ben zelf ook hard aangepakt op dit thema, omdat ik mij heb uitgesproken als criticus op de categorie non-binaire gender. En ik zelf ook tegen pronouns ben als regel in sociale omgang. Ik vind het zelf daarbij heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen wat ik heel snel merkte dat niet goed ging, was dat mijn kritiek, wat ik ook doe vanuit een feministisch en homoprogressief hart, dat vaak werd gezien alsof ik die mensen niet respecteer of alsof ik hun bestaan ontken. En dat vond ik zelf heel vervelend, omdat ik dacht van nee, ik respecteer iedereen. Mensen met allerlei verschillende belevingen, identiteiten, aandoeningen, het maakt me allemaal niet uit. Maar ik heb ook daar een mening over en gedachten over. En daarin wil ik dan weer gerespecteerd worden. En ik vind dat het wel eerlijk oversteken moet zijn, hè, die erkenning. En dat heb ik zelf al heel erg gemerkt van het non-binaire pronouns-kamp, dat eenrichtingsverkeer is. Dus ze willen erkenning voor hoe zij de dingen zien met gender. Maar er is geen erkenning voor mensen, zelfs die daar professioneel over nadenken, zoals ik, die er veel over geschreven heeft. Is niet één die überhaupt maar interesse heeft getoond in waarom ik daar dan problemen mee heb vanuit de feministische agenda. En hoe ik het anders zou willen met erkenning en waardering voor mensen die ook genderneutraal zijn. Dus ik vind dat dus wel moeilijk, die discussie daar over die pronouns, ja. Ik ga misschien eind augustus beginnen op de politicologieafdeling bij de UvA. Dus daarom was ik hier vanavond gekomen. Is dat om te werken of te studeren? Nee, te werken. Ik ben al lang klaar. Nee, wat ik zo grappig vind, of misschien wel triest, is... wat ik merk in de generatie onder mij, ik ben millennial, maar de Zoomers, die pikken gewoon bepaalde dingen niet meer. Bijvoorbeeld overwerken. En die zegt van ja, ik ga me niet uiten na het werken voor een baas die zichzelf verrijkt met aandelen, maar waar ik niks van terugzie. Dus ik ga gewoon om 5 uur naar huis en die carrière ladder boeit me niet.
En ik denk dat dat eigenlijk super gezond is. En in die zin is dus ook die strijd die misschien intolerant overkomt van nee, beste reizigers, wordt het vanaf nu. Want we zijn wel klaar met die hokjes van man en vrouw en dat binaire denken. Vind ik eigenlijk ook gezond. Wat is toch een verbetering dat iedereen zich daarin kan thuis voelen. Wie hier in deze zaal stoort zich aan het feit dat we nu met beste reizigers worden aangesproken? Nou, er zijn veel mensen in Nederland die zich daar aan storen. Ja, maar ik vind dan vind ik je echt een gekwetste ziel. Dan wil je jezelf krenken. En dan denk ik, goh, we zijn eigenlijk met z'n allen aan het vechten om broodkruimels. Terwijl de echte strijd is klimaatverandering. De echte strijd is patriarchaat afschaffen. Of in ieder geval in evenwicht brengen met het matriarchaat. Als je nog in die termen wil blijven denken. En het komt gewoon met discomfort. Dus de mensen die nu macht hebben, wat vaak cisgender mannen zijn met de witte huidskleur van een bepaalde leeftijd, die moeten macht gaan delen. En daar gaan ze van stijgeren. En dat zie ik, dan zie ik gewoon de strijd tegen woke als een soort reflex op ik moet meer gaan delen. En dat is oncomfortabel, maar die strijd is ook nodig tegen de miljardairs. Die moeten ook gewoon belasting gaan betalen. En dat we dat niet meer pikken, of de generatie onder mij vooral, vind ik eigenlijk gewoon heel gezond. Wow, oké. Even denken hoor. Nou kijk, wat mij bijvoorbeeld bij zo'n discussie over dat beste reizigers. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, daar geloof ik zelf in hoor. Noem me ouderwets. Maar ik geloof daarin echt in. Ik vind als het gaat over tradities, over mensen aanspreken als dames en heren. Of kinderen in de klas, jongens en meisjes. Ligt nu allemaal onder vuur. Ik denk dat een maatschappelijke discussie moet zijn. En ik vind het onwenselijk dat dat wordt afgedwongen door kleine groepjes diversity officers die vaak in de grote steden sociaal-wetenschappelijke opleiding hebben gedaan, in hun eigen moraliteit geloven, ook een beetje in jouw logica denken van wat ik denk is goed voor de wereld en iedereen die er moeite mee heeft, die zoekt spijkers op laag water en het dan doorduwen. En op die manier creëer je eigenlijk in de samenleving ressentiment en afkeer. Hè? Dus het maakt me niet zoveel uit wat er uitkomt uit een maatschappelijk debat over willen we eigenlijk aangesproken worden als zaal. Maar ik vind wel dat dat veel inclusiever mag gebeuren. En dat daarin ook kritische perspectieven veel meer mogen worden meegenomen. Ik vind het niet niks. Hè? Op dit moment is dat echt aan de gang. Dus het in de ban doen van groepen aanspreken met jongens en meisjes, klassen bijvoorbeeld. Ik vind dat niet niks. Als dat opeens een taboe wordt of als discriminerend wordt gezien. Ik vind dat heftig. Hè? Dus ik vind dat we daar best even de tijd voor mogen nemen voor een gesprek. En voor dialoog. Dat zou in ieder geval mijn reactie daarop zijn. En dat is ook een gevaar. Hè? Dat ik denk, ik snap wel wat jij bedoelt. Ik zie ook zo'n oude, vooral boomerachtige wereld die dan zo vasthoudt aan die privileges en heel snel gaat stijgen en klagen en gaat verongelijkt zegt, we mogen niks meer. Hè? Die wil en die helemaal niet mee wil met verandering. Dat zie ik, maar dat bedoelen wil ik jou weer wijzen op. Dan kun je heel goed wijzen naar die ander, maar probeer ook het eens weer dat vingertje terug te wijzen. Kun je ook zien dat een ander gevaar is, dat er een groep aan het opstaan is die boomers zo aan het overrompelen is met hun eigen zwaktes en zo'n autoritaire manier van omgaan met diversiteit en inclusie aan het uitrollen is, dat een opnieuw een autoritair gevaar aan het worden is. En dat is waar ik graag op zou willen wijzen. Mag ik even nog toevoegen? Ik heb het meerdere keren in de zaal gehoord dat er naar generaties verwezen wordt, naar boomers, millennials, zoomers. En überhaupt, kijk, sociologisch, je kan daar sociologische dingen over zeggen, maar überhaupt dat we mensen, ik weet niet of jullie de term ageism kennen, dus racisme op basis van leeftijd. Ik vind het gaat om argumenten en om mensen weg te zetten als groep van een behorend tot een bepaalde generatie. Dat is weer hokjesdenk. En ik vind dat natuurlijk als tegenwoordig word je vaak weggezet als boomer of zo. Ja, dat ligt aan of je een boomer bent. Maar dat vind ik ook geen constructieve manier. Hè? Ik begin tegenwoordig mijn colleges vaak met te zeggen, ik ben geen witte man. In die zin, ik hoop dat je bedoelt, dat ik docent ben. En ik wil niet gezien worden als witte man. En wat mijn gender is of wat mijn seksuele aard is, dat doet er überhaupt niet toe voor wat ik doseer. Dus, maar überhaupt dat mensen dus zien alle labels, boomer, man, wit, cisgender, heteroseksueel, hoog opgeleid, noem maar op.
dat is, het gaat om, puur om de argumenten, om wat je zegt. En daar, daar moeten we elkaar op aanspreken. En niet op je moet elkaar niet op huidskleur aanspreken. En niet op gender. En niet op, nou, noem maar op. En dus ook niet op generatie, zou ik zeggen. Ja. Laurens, ik was nog wel even benieuwd. Je refereerde er net even aan. Maar zou je iets kunnen toelichten? Want het was. Daarvoor is het heel erg ontstaan van dat non-binariteit. Dat je dat ter discussie stelt, daar niet in gelooft of wat dan ook. Maar ik heb nooit inhoudelijk daar een argumentatie bij gehoord. Dat kan aan mij liggen. Maar je refereerde net aan, maar zonder op in te gaan. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Hoe die redenering bij jou dan is? Samenvatten van mijn kritiek op non-binariteit? Ja. Nou, ik heb ten eerste moeite met het concept zelf. Dus als het gaat over non-binariteit, dan is er dus een groep. En dan denk ik, oké, dan heb je dus een groep non-binaire mensen en een groep binaire mensen. Dat vind ik al een heel ongemakkelijk onderscheid. Omdat ik denk, wat is dan een binair mens? Ik denk dat ik vind het vervelend om in een categorie te horen, te worden gepropt, waarin al snel wordt aangenomen dat ik bijvoorbeeld niet bezig zou zijn met mijn vrouwelijke kanten. Of dat ik niet. Hè. Dus ik denk dat we allemaal mannelijke en vrouwelijke eigenschappen hebben. En dat dat nu wat te veel wordt toegeëigend. En ik vind het hele idee dat als je dat er te veel een oordeel in zit naar die niet-non-binaire groep. Dus dat is een probleem wat ik heb. En verder maak ik mij zorgen in algemene zin over de transgenderbeweging. Waarvan ik net al zei dat ik vind dat die te veel vast is gaan graven in dat idee dat het enige wat jouw genderidentiteit kan bepalen is jouw eigen gevoel, zelfidentificatie. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat het heel belangrijk is om te bepalen wat iemands gender is. Om daar een heel goede serie gesprekken met een professional mee te hebben, met een interdisciplinaire professional, die kan bepalen wat daar speelt, hè, of dat waar je in je ontwikkeling zit, wat op dat moment voor jou opportun is en passend bij jou is, waar je mee worstelt, waar je mee zit. En ik vind dat dat nu veel te veel wordt losgelaten. En ik zie in die, in die non-binaire groep, zie ik eigenlijk een soort van hyperigheid. Vind ik heel gedreven door hype, vanuit het idee van wij willen vooruitstrevend zijn, buiten de gendernormen vallen, daarvoor erkenning hebben. En ik vind dat het daar te veel door ego wordt gedreven en te weinig door een goed doordachte, wetenschappelijk onderbouwd idee over wat gender is en hoe zich dat verhoudt tot het lichaam en de psyche. Dus ik heb daar hele grote moeite mee. En ik denk van, er zijn mensen die tussen man en vrouw invallen. Dus niet iedereen past netjes in die hokjes man of vrouw. Hè? Maar dat het is ten eerste belangrijk om te zeggen dat dat om een hele kleine groep gaat. En dat verreweg de meeste mensen heel comfortabel zijn met het zijn van een man en een vrouw of een vrouw. En het is ook belangrijk, wat ik een gevaar zie van die non-binaire beweging, is dat ik daar veel bijvoorbeeld mensen in zie belanden. Die, denk ik, misschien uiteindelijk. Nogmaals, hier moet goed onderzoek naar gebeuren. Er is wel wat naar, maar moet veel beter gebeuren. Misschien zich comfortabeler zouden voelen op de lange termijn met een identiteit. Ik ben een mannelijke vrouw, dan ik ben non-binair. Dus ik ben ook bang dat die non-binaire trend het project ondermijnt dat we het vrouwbeeld verruimen. Ja, en dat we dus sneller nu jongeren die zeggen, oh, nou, ik voldoen niet aan die traditionele vrouwbeelden, dus ik ben non-binair. Dan denk ik van, ja, nee, sorry, we hadden een feministisch project waarbij we dat vrouwbeeld gingen verruimen. Waarbij we butch-vrouw was je ook een vrouw, een hele mannelijke vrouw was je ook een vrouw. Een meisje die het heel leuk vindt om met jongens dingen bezig te zijn, of zijn jongens achter het kleden, kan ook een vrouw zijn. Dus ik geloof meer in dat project dan heel snel naar het non-binair. Dat wil niet zeggen dat er geen genderneutrale mensen zijn. Hè? Je hebt bijvoorbeeld intersexe personen. Sommige mensen met intersexcondities kunnen wel echt genderneutraal zijn. Ook transgender personen die op een gegeven moment tussen wal en schip raken en niet meer zo goed weten hoe of wat. En dan vind ik het veel beter woord om die mensen genderneutraal te noemen dan non-binair. En zou het genderneutrale of het non-binaire ook niet als een soort van transitieperiode kunnen dienen voor mensen die zich transgender voelen? Die de stap om van man naar vrouw of van vrouw naar man te gaan is natuurlijk een vrij grote. En dat in het feit dat er een soort van een tussenmogelijkheid is
dat voor dat toch wel een fijne ruimte kan creëren voor deze mensen? Ja, ik vind het echt dus heel belangrijk, want dat op zich dan creëer je een soort schaduwgebied. En dat mag, en dat is ook onvermijdelijk, want het is een rommelig proces, het transproces. Maar wel heel waakzaam zijn dat het echt om hele kleine groepen jongeren zijn voor wie dit een proces is dat voor hen een weg is naar hun levensgeluk. En dat er een groot risico is dat als we dit groot uitrollen en emanciperen en normaliseren en kinderen een verhaal vertellen op basisscholen van niet alleen je genderidentiteit, maar ook je seks is maar een spectrum en een keuze en alles kan van het een naar het ander en weer terug. Als dat allemaal zo los wordt gemaakt, dan ben ik bang dat je dus die tussenruimte, dat die overspoeld gaat worden. En dat is wat er in mijn ogen nu gebeurt met jongeren die veel meer baat zouden hebben door gewoon te erkennen, ik ben een vrouw, of ik ben een man, of een jongen of een meisje, hoe je het ook wil noemen, en maar niet een typische, en ik ga daar binnen aan de slag. Ja? En dus het is, wil ik even duidelijk benadrukken, weet ik goed uit mijn werk, dat jouw relatie die jij hebt als persoon met wat we noemen jouw psychologische genderidentiteit, dat is dus het gevoel dat je hebt, ik ben een man of een vrouw, is een van de ankers van jouw identiteit. Ja, dus als je daaraan gaat rommelen van, oh, misschien ben ik geen man of misschien ben ik geen vrouw, dan ga je dus aan het fundament van je identiteit rommelen. En dan, als je dat jaren gaat doen en dat gaat voeden en met allemaal informatie die in mijn ogen niet gedragen wordt door wetenschap over hoe, hè, nogmaals, vanuit die doorgeslagen postmodernistische denken in die wetenschap wordt dat dan als wetenschap gepresenteerd. En op die manier kom je op een gegeven moment jongeren kunnen het idee hebben, hé, ik ben eigenlijk een hele authentieke strijd voor mijn genderidentiteit verwikkeld en kijk mij zijn eigenzinnige keus maken. Terwijl eigenlijk ze in een soort, ja, in een groef zijn gegleden die hun eigen persoonlijke ontwikkeling in mijn ogen niet per se ten goede komt. Dus ja, laten we een schemergebied bouwen. Ik ben trans ally, blijf ik benadrukken. Ik wil dus heel graag die groep transgenders erkennen. En ook erkennen dat de weg daarnaartoe vaak onduidelijk is en onzeker. En dat er ook schemergebieden bij horen, ben ik helemaal voor. Hoe we dat dan noemen, kunnen we over praten. Ik heb een ander voorstel gedaan met genderneutraal. Ik hoop wel dat we dan ook goed nadenken over dat we dat bewaken. En dat we niet in dat web, zeg maar, allemaal jongeren verstrikt laten raken die op een heel andere manier met hun genderidentiteit aan het rommelen zijn. En ik zie helemaal niemand bezig nu met die checks en balances inbouwen. Oh, een vraagje. Wat mij opvalt is dat er ontzettend veel universitair docenten, maar ook leraren aan hogescholen, worden allemaal ontslagen. Gecanceld om, nou, bijvoorbeeld sociaal onveilig gedrag of andere dingen. En ik denk bijvoorbeeld bij de UvA, natuurlijk, studenten mogen zeggen ik ben non-binair. En jij mag zeggen van ja, ik zie dat toch anders. Maar als dan vervolgens het instituut ingeschakeld wordt om jou te ontslaan, omdat jij daar een melding van maakt, of nou, ja, misschien dat ze andere redenen verzinnen, dan vind ik dat toch wel heel eng. En ik ben wel eigenlijk, iedereen moet een opvatting kunnen hebben, verscheidenheid van opvattingen. Als jij zegt, ik ben non-binair, prima. Als jij zegt als docent, nou, ik zie dat anders, ook prima. Maar als dan vervolgens de consequentie is, ja, maar die docent die bedreigt mij en ik heb mij niet in mijn identiteit. En UvA, wil je hem even ontslaan? Want dan is alles weer oké. Okay. En er worden zoveel docenten op dit moment ontslagen, die ook de klok luiden. En hun levens worden kapot gemaakt. En dat vind ik echt eng. Ik ben echt bang geworden daardoor. Dat is even voor kwam delen. Ja, dat is een mooie opmerking. Ik kan alleen maar zeggen dat ik me daarin gehoord en erkend voel. Ik word vaak beschuldigd van het zijn, zeker in links-progressieve kringen, van het zijn van een Calimero. Iemand die onterecht de slachtofferrol claimt. Maar ik heb het als zeer heftig ervaren. En weet je wat ik even wilde opmerken, dat toen je mij net introduceerde en überhaupt hoe dit is gegaan en de voorcommunicatie met Tim en hoe dit evenement werd georganiseerd, werd ik aangesproken op mijn expertise als genderwetenschapper zonder wantrouwen van ben jij niet eigenlijk een querulant of iemand die de UvA heeft ondermijnd, ben je niet geradicaliseerd, ben je geen wappie, ben je geen gek, ben je niet moeilijk in een gesticht. En, dus is zo op, ik ben, en ook hoe jij me introduceerde, zo op mijn expertise als gender, dat het me, ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Omdat ik dacht van, ik word gewoon nooit meer aangesproken op mijn expertise.
ik word alleen maar aangesproken in Amsterdamse kringen in ieder geval op geradicaliseerd, extreem rechts, doorgedraaid, wappie, complotdenker, ga zo maar door. En dat is echt een manier geweest, al die labeltjes op mij plakken, is een manier geweest om mij kal te stellen en onschadelijk te maken. En om ook voor de rechtbank nu, voor de rechters aan toe, het verhaal vol te houden dat niet de UvA het probleem is, maar ik. Terwijl er een fundamentele strijd is om mijn wetenschappelijk werk. Ik nooit heb gezegd dat mijn tegenstanders niet mochten vinden wat zij vinden. Maar zij wel tegen mij hebben gezegd dat ik niet mocht vinden wat ik vind. En ja, dat is ik vind het zo'n giga onrechtvaardige situatie. En ik wil ook even zeggen dat de impact op mijn persoonlijke leven is gewoon heel groot. Want ik heb daar ook heel veel vrienden verloren. Die denken, ja, die buis, ik haak af. Ik zit op een homo-sportvereniging waar ik op dit moment met leden ogen word bekeken van is die gast nog wel te vertrouwen? Waar ik trouwens met heel veel plezier ook sport samen met non-binaire en transgender personen. Heel snel waar ik kom vliegt de vlam in de pan. Ik kan niet meer in de gay scene uitgaan zonder dat ik het risico loop om bier in mijn gezicht te krijgen en als transfoob uitgemaakt te worden. Het heeft mij heel erg geraakt. Ik voel me echt persoonlijk kapot gemaakt. Ja, en dat wil ik wel even duidelijk zeggen, dat die strijd, dat is dus in mijn ogen weer zo, waarom het ook zo gevaarlijk is. Dat op het moment dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt, gaat hij er keihard af. En natuurlijk heb ik in die strijd, ben ik zelf ook af en toe eens echt boos geweest. En kan ik een valse nicht zijn hoor. Als ik word aangevallen, nou ik kan van mijn nagels uitdoen en uithalen. En ik heb een paar keer echt daarin ook mijn boekje te buiten gegaan. Natuurlijk, ik ben niet Boeddha. En dat wordt dan nu allemaal in de etalage gezet om te zeggen, kijk, hij is het probleem. Maar die manier, dat vind ik zo heftig. Van, je mag geen misstap maken of je wordt meteen aan het kruis genageld. Ja, echt heel intens. Dat wilde ik even zeggen. We hebben nog tijd voor één laatste vraag. Ja, ik vind het ook heel eng. En ik ben een vrouw van 60 jaar. En de laatste tijd, zo te zien van media en overal, gewoon in mijn ogen, overal. En het wordt heel veel erover gepraat. Gender, dat ik ook niet zoveel namen noem, zou ik zeggen. Ja, homo's of lesbisch of LBJ of gender of noem maar op, weet ik het niet hoeveel dat heeft. Ik ben niet, racist of zo. Mensen kan wat kunnen zijn in zijn. Dus dat hoeft niet niemand te weten, of man of vrouw of wat die voelt. Maar wat die dingen of in de ogen houden, dat vind ik gevaarlijk. Ik heb hem kleinkinderen. Ik heb hem ook een kinderen laatste tijd, die jongste zoon van mij zegt, die praat ook heel veel erover en die volgen er ook. En hij zegt ook, mama, wat gaat die met de wereld zo gebeuren? En we zijn ook mensen geboren, mannen en vrouwen. Je bent man of vrouw, je kan ook anders zijn, dat kan ook. Ik kom van een heel kleine dorp. In mijn dorp zitten ook mensen die de gewoon anderen voelen. En die mensen zijn ook een heel aardig. Mensen doen ook tegen hun aardig. Maar die doet niet in de ogen. Wat de laatst gebeurt in de wereld, dat is ja overal. Overal heb je dat. En dat is geen goed voorbeeld voor de kleine kinderen. Ook zelf ook voor die pubers. En voor tieners en die op zijn persoonlijkheid, als je dat doet. Dat kan heel verkeerde kant op. En ik heb een kennisje van mentor. En die man huilt van hem, kinderen van de school. 6 kinderen, 3 meisjes, 3 jongen. 3 meisjes willen de jongen zijn. 3 jongen willen de zijn, meisjes zijn. Ze zijn puur meisje, puur jongen. Je kan zo geboren. Dat kan. He, dat kan. Tegen dat niemand dat zeggen. Maar als je dat soort een voorbeeld, dan neemt die kind dat voorbeeld. Ik wil ook zo worden. En dat is heel gevaarlijk. En daar moeten ook wat aan te doen. En kinderen weten dat ook niet. Ja, die kunnen ook niet gezond denken altijd. Wij ouders, moeten dat, hè? Maar ja, hoe ver ga je vechten? Overal gingers, overal homo's, overal dit, overal traditie, overal festival.
Zo ga je nergens naartoe. Denk je, waar gaan we naartoe met de wereld? Ik ben bang, ja, ik ben ongerust voor mijn kleinkinderen, ja. Ik snap heel goed wat u zegt, maar ik wil even graag benadrukken dat ik dus sinds ik klokkenluider ben en ik zo in de wind sta. Ik heb echt tientallen mails gekregen van wildvreemde mensen uit het hele land. Ouders van kinderen, van vaak transgender of non-binaire kinderen, die met hun handen in het haar zitten over hun eigen kind. Omdat ze gewoon niet weten, ouders die van zichzelf zeggen, ik ben volgens mij altijd meegegaan en open-minded en ruimdenkend. Maar vaak hoor ik dan zo'n verhaal van, ik wil wel graag dat mijn kind in een professionele kliniek, als mijn kind gewoon geslacht wil veranderen, wil ik daarin mee. Maar wil ik wel met professionals in een professionele kliniek. Maar het kind gaat zelf, ik komt in netwerken terecht met andere jongeren, waarin het idee bestaat dat je zelf bepaalt wat je geslacht is. En als je geen zin hebt om naar een genderclinic te gaan, want dat is medicalisering en ook weer macht en controle en een fout volgens hen, dan gaan ze daar niet heen. Ze bestellen op internet hun hormonen, gaan dat met elkaar zelf nemen op basis van dingen die ze op internet online vinden. Ouders proberen daar tegen in te gaan en verliezen op deze manier contact met kinderen die 16, 17, 18 jaar oud zijn. Omdat die kinderen zeggen, je bent een repressieve transfoob, en gaan die ouders uitschelden en ze verliezen zo het contact met hun ouders. En ik zie dan ouders die echt niet alles goed doen of hebben gedaan naar hun kind. Maar ik zie dan wel echt gebroken families die met een verhaal over gender in de kling zijn geraakt met elkaar, waarvan ik als wetenschapper kan zeggen, nou, dat verhaal heeft eigenlijk geen goede wetenschappelijke basis. Dus er worden families uit elkaar gereten in Nederland. En als ik er 10 of 20 van die mails krijg in een paar maanden tijd, dan zijn er ongetwijfeld meer van dat soort families in Nederland, waar dit gewoon aan de orde van de dag is. Nou, dat vind ik heel heftig. Hè? En ik wil dus maar zeggen dat die zorg heel breed leeft. Niet alleen bij ouders van non-binaire of transgender kinderen, maar breed in Nederland. En dat je echt niet meteen conservatief bent of een slecht mens bent als je twijfels uit bij waar gaat die progressieve genderagenda nou eigenlijk naartoe? Is er ergens ook een rem ingebouwd? En hoe voorkomen we dat dit ons uit elkaar trekt? Hè? En is er ook ruimte voor conservatieve, traditionele ideeën over man en vrouw? Mag dat er nog zijn of is dat helemaal taboe? Ja, dat is allemaal. Die zorgen leven heel breed in het land. Misschien niet in Amsterdam, maar echt heel breed in Nederland. Toch nog één laatste korte vraag. Ja, korte vraag. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat er meer jonge mensen hier waren, omdat ik het idee had dat het identiteitsdenken, dat het inderdaad wel heel erg, generatiegebonden is. En dat het ook een beetje de grondslag is van dat hele woke gebeuren. En ik snap het eigenlijk niet zo goed. Ja. Dat was inderdaad wel de insteek van de avond. Een debat creëren tussen Laurens en Florens enerzijds en anderzijds het publiek. Nou vind ik wel dat deze avond gegaan is op een heel civiele manier gegaan is. Ondanks de zwaarte en gevoeligheid en polarisatie van het onderwerp. Wil ik jullie toch wel allemaal bedanken voor hoe deze avond verlopen is. Want ik was hier eigenlijk neergezet om dingen onder controle te houden als ze uit de hand zouden lopen. Maar ik heb dus niet zoveel hoeven te doen. Dus dat is een compliment naar jullie. Dank jullie wel voor het komen. Dat was het denk ik, hè? Dat was het inderdaad. Heel bedankt voor jullie tijd. Kunnen we nog naborrelen? Na thee drinken, na koffie drinken? Ja, oké. Dus thee en koffie staat daar klaar. Dank jullie wel. Thank you.